Welkom allemaal. Mag ik iedereen vragen? Doet hij het of niet? Ja, oké. Ik praat gewoon niet hard genoeg. Een heel hartelijk welkom aan u allemaal. We hebben een vol huis vanmiddag, dus het kan zijn dat er nog meer mensen aanschuiven. En dan hoop ik dat u ook nog een beetje indikt als dat nodig is. Mijn naam is Marjolein Dochterom. Ik ben sinds een jaar president van de KNW. En mag u allen namens de KNW vanmiddag in het Trippenhuis welkom heten voor een heel belangrijk onderwerp. En het is dan ook heel erg goed om te zien dat er zoveel belangstelling voor is. Ik begrijp dat er zelfs nog een wachtlijst is samengesteld voor aanwezigheid vandaag. Wij organiseren deze bijeenkomst naar aanleiding van de publicatie van het adviesrapport Planetary Health, an Emerging Field to be Developed. En dat is afgelopen donderdag 1 juni verschenen. En allereerst complimenten aan de commissie, onder voorzitterschap van Johan Makkelbach, voor dit prachtige rapport en ook de andere commissieleden die daarbij betrokken waren. Heel goed. We zijn als bestuur niet alleen onder de indruk van het rapport zelf, maar ook van het heel groot aantal experts dat betrokken is geweest bij de verschillende stappen in de totstandkoming van dit adviesrapport. Bij het inventariseren van de openstaande kennisvragen, het benoemen van prioriteiten voor een Nederlandse onderzoeksagenda en voor het formuleren van aanbevelingen om deze agenda uit te voeren. Dus ook heel veel dank niet alleen aan de commissie, maar ook aan alle experts die hierbij betrokken waren. En velen van u zullen, neem ik aan, aanwezig zijn in de zaal. En zonder deze samenwerking kan een rapport als dit niet tot stand komen. We zijn ook verheugd dat er sinds de vorige week donderdag ook al heel veel aandacht vanuit de media, zowel nationaal als internationaal sinds eergisteren, volgens mijn informatie, voor dit onderwerp is. Bijvoorbeeld zondag bij de NOS in het journaal, maar ook eergisteren in een artikel in Forbes. Wij zijn als KNW ervan overtuigd dat er een onmisbare rol is voor de wetenschap bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Bij het vaststellen van en wegen van feiten en bij het zoeken naar oplossingen. En dit was ook een van de aanleidingen voor de KNW om de commissie Planetary Health in te stellen, alweer even geleden. De vraag aan de commissie was om te inventariseren welke kennis beschikbaar is over de risico's van mondiale milieuveranderingen voor de volksgezondheid. En daarnaast heeft het bestuur ook gevraagd om een onderzoeksagenda voor Nederland op te stellen met urgente kennisvragen op dit gebied. Johan zal daar straks in veel meer detail op ingaan, maar het is natuurlijk heel duidelijk dat heel veel kennis op dit onderwerp nog ontbreekt. Het is niet voor niets een developing field. We horen daar straks in detail veel meer over. Het is ook belangrijk voor de wetenschap en dus ook voor de KNW dat kennis, de kennis die we nu al hebben, maar die we ook ongetwijfeld nog gaan ontwikkelen, bij de partijen terechtkomt die daar wat aan hebben. Dat klinkt soms heel logisch, uiteraard. Wij ontwikkelen kennis en dan stellen we dat beschikbaar, maar in de praktijk is dat niet altijd heel eenvoudig. En precies over dit onderwerp hadden wij hier vorige week in dezezelfde zaal, met een aantal van u ook aanwezig, ook een bijeenkomst, waarbij we zowel KNW-leden, maar ook vertegenwoordigers van andere adviesorganen in Nederland en ook medewerkers van diverse ministeries, de beleidsmakers, inclusief de minister van OCW, aanwezig hadden. En Nederland heeft een heel rijk ecosysteem, zoals we dat dan noemen, aan adviesorganen. Ook wel een best practice voor het buitenland in veel gevallen. Maar de aanwezigen vorige week die waren het er ook wel over eens dat de brug tussen beleid en wetenschap aan beide kanten nog versterkt kan worden. En dan met name daar waar het om interdisciplinair adviseren gaat. Of adviseren over interdisciplinaire onderwerpen. En daar is vandaag natuurlijk een heel bij uitstek voorbeeld van. En ook meer dynamische vormen van advies die inspelen op de actualiteit. En zouden we eigenlijk nog willen verbeteren. Er wordt veel over nagedacht en ik denk een stukje van vandaag heeft daar denk ik ook weer mee te maken. Wat betreft het onderwerp van vandaag, Planetary Health, hebben we ook als KNW een start gemaakt. Een goede start denk ik ook weer met hulp van Johan. Met het overbrengen van bestaande kennis aan een breder publiek. U kunt details daarvan ook op onze website vinden over dit onderwerp.
Maar we hebben bijvoorbeeld al goed bezochte webinars gehad, bijeenkomsten en ook hele mooie podcasts. Dus die kan ik van harte aanbevelen en wij zullen deze activiteiten ook continueren in de toekomst. Ook heel belangrijk voor dit onderwerp is dat wij als academie een groot internationaal netwerk hebben van zusteracademies en koepelorganisaties. En ondanks dat de voertaal vandaag Nederlands is, is het rapport niet voor niets in het Engels geschreven. Dit is natuurlijk een mondiaal kennis- of onderzoeksveld. En we hebben ons rapport dan ook direct na uitkomst gedeeld met dit internationale netwerk. En er was ook meteen veel belangstelling voor. En wanneer was het? Afgelopen dinsdag hebben we ook nog gebrainstormd over hoe we dat dan ook heel effectief onder de aandacht kunnen brengen. Niet alleen bij onze partners, andere academies en netwerken van academies, maar ook de mogelijke kennisagenda die straks in Europa weer opgesteld zal moeten worden. Ik wil als laatste nog een ander initiatief noemen, dat niet hetzelfde is, maar gerelateerd. En dat heeft u misschien ook van gehoord, dat is het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland. Dat is een initiatief waarbij we in Nederland een substantiële bijdrage willen leveren aan het versnellen van transities die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale en klimaatrobuuste samenleving te realiseren. En ook binnen dat initiatief, wat redelijk breed is, is gezondheidszorg en planetary health naar voren gekomen als een van de, in dit geval, vier focusgebieden. Het begint zich nog, is nog maar net begonnen, bevindt zich nog in de startfase, maar de kennisagenda die in dit rapport is opgesteld, zal ook hele mooie, waardevolle input kunnen vormen voor de activiteiten van het KIM. We gaan vanmiddag, en hoort straks veel meer nog over, van verschillende sprekers hun visie op dit onderwerp horen op Planetary Health. Lopende ontwikkelingen toelichten, er zal discussie zijn, posters. Kortom, een heel gevarieerd programma en ik wens u allen een hele boeiende middag. Uw voorzitter van vandaag. Dankjewel, Marileen. Ook van mij een woord van welkom voor u allen. Wij zijn inderdaad erg blij dat dit symposium op zoveel belangstelling heeft mogen rekenen. Ik zal deze middag voor u voorzitten, maar ik begin de middag met een kort verhaal van mijzelf. Naar aanleiding van het adviesrapport dat vorige week is verschenen. En u vraagt zich misschien af, wat is daar dan nu nog over te zeggen? Ik neem aan dat u dat in ieder geval de samenvatting even snel hebt bekeken en misschien in het nieuws er iets over hebt gevolgd. Ik zal dan ook heel kort nog iets samenvatten uit dat rapport en daar een paar eigen accenten aan geven. En dan vervolgens een paar algemene observaties met u delen. Dingen die mij in de loop van dit traject bij de ontwikkeling van dit advies zijn opgevallen, waarvan ik denk dat het goed is dat ik ze met u deel, omdat ze misschien een rol kunnen spelen bij verdere activiteiten op dit gebied. Planetary Health. Ik begin bij het begin. Wat is Planetary Health? En een van de misschien voor u verrassende conclusies is, er is geen algemene overeenstemming over wat Planetary Health is. Planetary Health wordt ook in wetenschappelijke kring in meerdere betekenissen gebruikt. Van heel breed naar veel smaller. En in bepaalde wetenschapsgebieden wordt het begrip Planetary Health in een soort overdrachtelijke zin gebruikt als aanduiding voor de toestand van de biofysische systemen en de ecosystemen op aarde. In dit advies, en dat zult u allemaal gezien hebben, is gekozen voor een smallere omschrijving of in ieder geval invulling van het begrip Planetary Health voor de ontwikkeling van een kennisagenda, toegespitst namelijk op de relatie tussen mondiale milieuveranderingen en de menselijke gezondheid. Het gaat daarbij om klimaatverandering, een onderwerp wat denk ik al heel veel aandacht heeft gekregen. Maar ook om biodiversiteitsverlies, om uitputting van zoetwaterbronnen, om wereldwijde milieuverontreiniging, ontbossing, grote mondiale schaal milieuveranderingen en de relatie daarvan met de humane gezondheid. De relatie met de gezondheid van
andere levende soorten op aarde. Die staat hier niet centraal, niet in het advies. Maar speelt natuurlijk wel een rol als randvoorwaarde voor wat wij ons als mensen kunnen permitteren als het gaat om verdere verbetering of bescherming van onze eigen gezondheid. Planetary Health in die betekenis, een nieuw, relatief nieuw terrein van onderzoek, onderwijs en praktijk, toegespitst op de relatie tussen mondiale milieuveranderingen en de humane gezondheid, is onderdeel van een veel bredere beweging, waar ook anderen mee bezig zijn dan degene die nu het veld van de Planetary Health proberen te ontginnen. En dan denk ik onder andere aan die vele collega's die bezig zijn met de ontwikkeling van het veld van de One Health. Of misschien voor u minder bekend van de Eco Health. Die vormen samen een brede beweging in mijn ogen van wetenschappers en praktijkmensen die beseffen dat de menselijke gezondheid nauw verbonden is met de toestand, de gezondheid in overdrachtelijke zin van de ecosystemen en meer in het algemeen de planetaire omgeving waarin wij ons bevinden. In dit advies, dat is opgesteld door een adviescommissie van de KNW met een multidisciplinaire samenvatting, hebben wij ons gekweten van de drie taken die ons als commissie waren opgelegd, namelijk het samenvatten van de stand van de kennis, het opstellen van een kennisagenda en vervolgens iets doen aan het creëren van voorwaarden voor implementatie van die kennisagenda. En dat heeft dan ook geresulteerd in drie onderdelen van ons rapport. En ik zal die drie onderdelen, elk met één dia, zo kernachtig mogelijk en met een paar eigen accenten voor u samenvatten. Als het gaat om de samenvatting van de beschikbare kennis, dan is een eerste bevinding, wanneer je als nog enigszins nietsvermoedende onderzoeker de literatuur hierover gaat bestuderen, dat daarin een onthutsend beeld wordt geschetst van de risico's voor de menselijke gezondheid van die grootschalige veranderingen die ik net noemde. Klimaatverandering, maar ook biodiversiteitsverlies, ontbossing, mondiale milieuverontreiniging met plastics, maar ook met zoveel andere stoffen die in lucht, water en bodem zijn terechtgekomen. Een onthutsend beeld waar in sommige gevallen ook getallen aan zijn toegekend. In het laatste IPCC-rapport van 2022 gaat het om de relatie tussen klimaatverandering en de menselijke gezondheid. En op dat punt staat dat tegen het einde van deze eeuw wat de directe gevolgen van hitte en andere direct waarneembare veranderingen in het klimaat betreft moet worden gedacht aan zo'n 10 miljoen extra doden wereldwijd. En miljarden mensen die zijn blootgesteld, 3,5 miljard mensen die zijn blootgesteld aan al die indirecte en zeer indirecte gevolgen van klimaatverandering. Zoals tegenvallende oogsten, droogte waardoor mensen op de vlucht slaan, andere crisis, bijvoorbeeld burgeroorlogen ten gevolge van waterschaarste, verspreiding van infectieziekten enzovoorts enzovoorts. Hele grote getallen. Voor verlies van biodiversiteit ontbreken die getallen. Daar heeft men zich nog niet gewaagd aan een kwantitatieve schatting van de effecten op de menselijke gezondheid. Maar als je daarop je in laat werken waar het om gaat, met bijvoorbeeld meer verspreiding van infectieziekten en grotere risico's voor de voedselvoorziening, dan kan het daar ook heel gemakkelijk gaan om grote aantallen mensen die schade zullen ondervinden voor hun gezondheid van deze veranderingen. Experts maken zich daar grote zorgen over en dat is in dit plaatje, wat ook in ons advies staat, samengevat. De grote meerderheid van de door ons geraadpleegde experts denkt dat bijvoorbeeld klimaatverandering tegen het einde van deze eeuw potentieel desastreuze gevolgen zal hebben voor de menselijke gezondheid wereldwijd. Potentieel, dat wil zeggen, daar kunnen we nog wat aan doen. Door mitigatie en adaptatiemaatregelen is waarschijnlijk een belangrijk deel van die gezondheidsschade te voorkomen. En potentieel desastreus, dat woord desastreus, dat geldt nadrukkelijk voor de wereldwijde effecten
dat moet je niet onmiddellijk vertalen in risico's voor de Nederlandse bevolking. Omdat we in Nederland nu eenmaal een goed georganiseerd en rijk land hebben, zullen we waarschijnlijk met de nodige maatregelen nog wel in staat zijn om veel van die gevolgen te voorkomen. Maar wereldwijd ligt dat anders en moeten we echt dat woord potentieel desastreus gebruiken in de ogen van de door ons geraadpleegde experts. Maar de wetenschap kan een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van deze risico's. En daar hebben we, zoals gezegd, de kennislacunes voor in kaart gebracht. Daar bestonden al publicaties van, lijsten van. En daar hebben we eerst een bepaalde structuur in aangebracht als commissie. Van het begrijpen van de effecten van mondiale milieuverandering op de menselijke gezondheid naar het ontwikkelen van maatregelen om die effecten tegen te gaan, naar het bevorderen van de implementatie van die maatregelen. En in die structuur ziet u al dat het ons lang niet alleen ging om het vaststellen van de effecten van mondiale milieuveranderingen op gezondheid, maar ook en vooral om de vraag: hoe kunnen die risico's worden beperkt? Wat heeft dat voor handelingsperspectief? Er lag en er ligt in ons advies een sterk accent op de onderbouwing van de maatregelen die nodig zijn om die gezondheidsrisico's tegen te gaan. En daarbij gaat het ook om technische innovaties die daarvoor nodig zijn, maar daarnaast en evenzeer voor allerlei gedragsmatige interventies. Er is, terwijl wij hiermee bezig waren, wel eens tegen ons gezegd, maar weten we dan niet al genoeg over bijvoorbeeld de effecten van klimaatverandering op gezondheid om aan de slag te gaan? Ja, dat is zo, maar van veel van die maatregelen kennen we de effectiviteit toch nog niet goed genoeg. En we weten al helemaal niet hoe we die maatregelen op een effectieve manier in de bevolking ingang moeten doen vinden. En dan het derde punt uit mijn ultrakorte samenvatting van het advies. Wat waren dan de algemene conclusies en aanbevelingen? Allereerst dat Planetary Health een belangrijk nieuw veld van onderzoek is dat meer aandacht moet krijgen. Dat zal u niet zijn ontgaan dat wij dat betogen. Dat kan voor een deel met de bestaande mogelijkheden voor financiering. Er zijn ook op dit moment al mogelijkheden om dit soort onderzoek in Nederland en daarbuiten gefinancierd te krijgen. Maar zonder een specifiek stimuleringsprogramma om dit veld op gang te brengen, gaat dat veel te langzaam. Daarom pleiten wij ook daarvoor. Dat zal ook vereisen dat bestaande onderzoeksprogramma's hun prioriteiten moeten herzien. Wij kunnen niet onbekommerd doorgaan met investeren in levensverlenging of betere behandeling van ziekten, zonder ons zorgen te maken over de planetaire grenzen waarbinnen de gezondheidszorg zich moet bewegen. En het zal internationale samenwerking vragen in onderzoek. Maar behalve meer onderzoek is in de ogen van de commissie en van de KNW vooral meer actie nodig. Er is meer onderzoek nodig, maar daarnaast moeten wetenschappers zich duidelijk uitspreken over deze gezondheidsrisico's en de vele andere risico's die mondiale milieuverandering met zich meebrengen. En dat moeten ze doen in het publiek, maar dat heeft ook consequenties voor bijvoorbeeld het onderwijs. Dat is mijn samenvatting. Dan een paar observaties. Dingen die mij zijn opgevallen in het traject wat heeft geleid tot dit advies. Allereerst wil ik hier nog eens nadrukkelijk noemen dat het focus van dit advies op menselijke gezondheid, dat van verschillende kanten is bekritiseerd door de experts die we raadpleegden en ook in de reviews van ons advies die we hebben gekregen, dat ik die kritiek onderschrijf. Dat klinkt misschien vreemd, maar ik onderschrijf helemaal dat de risico's van mondiale milieuverandering zich niet beperken tot die voor de menselijke gezondheid. Andere levende wezens op aarde ondervinden daar nog meer schade van. En ook de vraagstukken die daar liggen, die moeten worden onderzocht. Daar liggen hele grote wetenschappelijke uitdagingen. En ik zou het toejuichen wanneer in vervolg op ons advies er ook wordt nagedacht over kennisagenda's voor Planetary Health in die veel bredere omschrijving. Niettemin, wij waren
wij zijn uitgekomen op al meer dan 100 kennislacunes voor de relatie met menselijke gezondheid. En daar hadden wij onze handen aan vol. Dus het spijt me, wij konden niet veel anders dan ons in dit stadium tot deze relaties met humane gezondheid beperken. Een tweede observatie die is misschien verrassend voor u. Ik neem aan dat hier in de zaal veel mensen zitten die op de een of andere manier interesse hebben of misschien zelfs enthousiast zijn voor Planetary Health. In de buitenwereld, buiten deze zaal, zijn ook veel mensen enthousiast voor Planetary Health, maar niet iedereen. En ik wil dat hier dus even nadrukkelijk benoemen, omdat ik denk dat dat consequenties heeft voor hoe we met dit terrein verder gaan. Ik zie weerstand tegen Planetary Health bij drie categorieën mensen buiten deze zaal. En misschien zitten er sommige mensen in de zaal en dan kunnen we daar vanmiddag verder over praten. Ik begin bij de derde categorie genoemd op mijn dia. Er zijn niet veel klimaatontkenners meer in Nederland. Ik kom ze althans niet tegen en lees er nog maar weinig over in de media. Maar er zijn nog wel veel mensen die twijfelen aan de ernst van het probleem. Die bijvoorbeeld twijfelen aan zo'n uitspraak als die wij in dit rapport doen. Dat is ook naar aanleiding van de nieuwsberichten van vorige week naar boven gekomen. Die twijfelen aan zo'n uitspraak als dat wij denken dat er echt hele grote risico's voor de menselijke gezondheid zijn. Niet iedereen is daarvan overtuigd. En ik denk dat dat betekent dat we dat gesprek aan moeten gaan. En die twijfel zien we vooral bij de tegenstanders van radicale tegenmaatregelen. Niet toevallig, hè? Dat is ook logisch. En die vinden we ook overal, ook in de gezondheidszorg. Is lang niet iedereen ervan overtuigd dat we snel moeten verduurzamen. Omdat dat betekent dat we bepaalde dingen moeten opgeven in de gezondheidszorg of ingewikkelder maken. Daar zien we wat weerstand en dan ben ik ook weerstand tegengekomen bij collega's in disciplines die zich al heel lang met verduurzaming, met duurzaamheidsvraagstukken bezighouden. Die zeggen, nieuw veld Planetary Health, dit doe ik al 25 jaar. Gaan jullie als medici nou aan de loop met een terrein waar ik mij al zo lang voor inzet? En ik begrijp dat wel. He, zo nieuw is dit niet waar wij ons nu hier vanmiddag druk over maken. Collega's in andere velden die doen dat waarschijnlijk al veel langer. Misschien niet zo heel expliciet gericht op menselijke gezondheid, maar wel op dingen die daar direct mee samenhangen. Misschien verspreiding van infectieziekten of voedingskwesties. En ik denk dat we die collega's niet van ons moeten vervreemden, maar moeten proberen daar bondgenootschappen mee te sluiten. En datzelfde geldt voor de derde groepering waar ik weerstand zie tegen Planetary Health. En dat is de beweging van One Health, die ik net al even noemde. One Health is een veld, relatief nieuw, maar ouder dan Planetary Health, zo'n jaar of 15 ouder. En is een stuk verder bij de ontwikkeling van netwerken, bij de ontwikkeling van tijdschriften, bij de ontwikkeling van onderzoek, grote onderzoeksconsortia's. En ik merk bij collega's uit One Health enige bezorgdheid over het feit dat misschien nu Planetary Health als nieuwe mode financiering zal weghalen bij One Health. Ik begrijp dat. Ik zou me misschien ook zorgen maken als ik in de One Health werkte en zag dat er een nieuw kit op de blok kwam die beweerde dat ook Planetary Health belangrijk is. Dus ik begrijp dat, maar ik denk dat we ook in dat geval de verbinding moeten zoeken. Het helpt niet als we in de Planetary Health roepen dat One Health eigenlijk een onderdeel is van Planetary Health. Dat is een strategie die ik bij collega's wel zie. Maar het helpt ook niet als mijn collega's in de One Health zeggen, ach, Planetary Health, wat is daar nieuw aan? Dat is toch eigenlijk een onderdeel van One Health. Helpt allemaal niet, is ook niet waar, want dat zijn weliswaar overlappende terreinen, maar ze vallen niet samen. En ik denk dat we elkaar hard nodig hebben. Dan een derde observatie, en die is naar aanleiding van die kritiek die we wel hebben gekregen op dat focus op menselijke gezondheid. Ik denk dat een van de dingen die je daar tegenin kunt brengen, is dat juist door dat focus op menselijke gezondheid, we het fundamentele karakter zien van de problemen waar we voor staan. En dat fundamentele karakter, dat blijkt onder andere uit deze figuur. Dat is een correlatiediagram met op de horizontale as het aantal planetaire grenzen dat een land heeft overschreden. Nederland staat ergens aan de rechterkant, hè. Wij
hebben een enorme ecologische voetafdruk. En op de verticale as staat hoe goed we het in sociaal en gezondheidsopzicht doen. En als daar levensverwachting zou staan, zou de figuur ongeveer hetzelfde zijn. Levensverwachting is onderdeel van die index die op de verticale as staat. Nederland staat rechtsbovenaan in deze figuur. Wij overschrijden enorm veel planetaire grenzen met ons kleine landje. En we hebben natuurlijk ook een heel fijn landje om in te leven, met een hele lange levensverwachting en allerlei andere fantastische dingen. En dit is een correlatiediagram, maar dit is een kausaal verband. Waarom leven wij zo lang en waarom hebben wij het hier zo fijn? Dat is omdat we grote welvaart hebben en heel veel techniek en allerlei andere dingen die dat comfortabele leven mogelijk maken. Maar daarmee overschrijden wij die planetaire grenzen. En de grote vraag die natuurlijk opkomt wanneer je met dit onderwerp gezondheid in het verband van mondiale milieuveranderingen bezig bent, is wat gaat er in de toekomst... Oh, sorry, ik moet toch even eentje terug. Wat gaat er in de toekomst gebeuren wanneer de wereldbevolking nog verder groeit? En de terechte vraag aan de andere kant van de wereld is, mogen wij misschien even gezond worden als jullie? Kunnen we dan met z'n allen dit niveau van gezondheid handhaven? En ik weet het antwoord op die vraag niet, maar de grote vraag lijkt mij of we de gezondheidszorg dan niet op de een of andere manier wat zullen moeten krimpen met alle gevolgen voor de menselijke gezondheid van die. En hier staat gezondheid voor een veel groter probleem waar we natuurlijk als samenleving voor staan. Moeten wij niet krimpen in materiële productie en consumptie wanneer we de planeet gezond willen houden? Met deze grote vraag, die wetenschappers, ook ik niet, nog niet kunnen beantwoorden, wil ik mijn korte introductie afsluiten. Wij hopen natuurlijk dat met ons rapport Planetary Health alleen maar een begin wordt gemaakt. En ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook het geval zal zijn. Een paar weken terug hield de eerste hoogleraar Planetary Health in Nederland zijn oratie, Pim Martens, in Maastricht. Deze week wordt een speciaal nummer, een dubbeldik themanummer van het Tijdschrift voor Geneeskunde over Planetary Health gepubliceerd. Over een paar weken is een congres in Artis over Planetary Health. Dit najaar in Utrecht een groot congres over Planetary Health. Ik heb er alle vertrouwen in dat Planetary Health hiermee een hele goede start zal maken. Daar laat ik het voor mijn presentatie bij. Later vanmiddag is er voor u gelegenheid om daar eventueel op te reageren. En ik schakel nu over naar mijn andere rol, namelijk die van voorzitter van deze middag. En ik ga over tot het woord geven aan een van de eerste sprekers in dit deel voor de pauze. We hebben aan vier mensen gevraagd om vanuit verschillende perspectieven te reageren op het Planetary Health advies. Dat mag in de vorm van een review, zal ik maar zeggen. Commentaar, kritiek of lof, net wat in de spreker opkomt. Maar wij hopen natuurlijk dat dat interessante bijdragen zullen zijn waar we allemaal mee verder zullen kunnen. En de eerste spreker die ik het woord wil geven is Jan-Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de pas gevormde Wetenschappelijke Klimaatraad. En hij zal spreken over klimaatbeleid en de rol van wetenschap. Ik weet niet of onze opdracht was of we hier een oordeel moesten geven over het geheel. Maar in ieder geval zal ik lof geven. Ja, gefeliciteerd met dit rapport. De Wetenschappelijke Klimaatraad, ik zie onszelf als een soort ontvanger van dit rapport. En hier moeten wij met de inhoud, maar straks ook met het hele proces aan de slag, denk ik. En daarom ben ik heel blij dat dit rapport er is. Wat ik ga doen, ik ga toch een beetje de Wetenschappelijke Klimaatraad introduceren, want het is nieuw. We zijn nog maar net geboren, dus iets daarover. Dat geeft ook een beetje de kader weer waarin Planetary Health het perspectief daarop. Daar ga ik ook een beetje inhoudelijk op in. En ik sluit af ook met de manier van onderzoek. En Marileen introduceerde het Klimaatinitiatief Nederland al en daar ga ik ook verder op in, denk ik. Want dat vind ik een interessante link daarin. De Wetenschappelijke Klimaatraad.
Wat is de opdracht? De opdracht is simpel. Wij moeten de regering adviseren over klimaatbeleid. En dan voornamelijk over het lange termijn klimaatbeleid. Dit was een idee van de coalitie die we nu hebben, stond in het coalitieakkoord. Eigenlijk komt het vanuit Europa vandaan. Europa heeft eigenlijk alle landen geadviseerd om zo'n soort raad in te stellen. De UK was de eerste en die had de eerste raad ingesteld. En wij volgen dit voorbeeld. Wij vallen onder de advieswet de kaderwet adviesraden. En dat betekent eigenlijk wij geven advies, gevraagd en ongevraagd. En de regering moet reageren. Hoe dan ook. Dit is de opdracht. Waar staan we nu? Per 15 april zijn alle raadsleden benoemd. Dus vanaf dat moment zijn wij aan de slag. We hebben nog geen website, die komt er natuurlijk aan, die zijn we allemaal in ontwikkeling. Wat ook in ontwikkeling is, is een secretariaat, want deze mensen hebben redelijk beperkt tijd. En het secretariaat, dat moet eigenlijk de adviezen schrijven. Zo gaat het ook bij de Gezondheidsraad, bij de Raad voor Regeringsbeleid en andere raden daarin. En we hebben al een eerste adviesaanvraag liggen. Als u deze mensen ziet, denkt u, hey, waar is hier de gezondheidskundige? Ja, daar hebben we ook commentaar op gehad natuurlijk. Maar daar hebben we ook over nagedacht. Want er zijn heel veel disciplines die wij willen dekken in die raad. En dit is al een hele range van disciplines. Er zijn er ook een paar niet bij, zoals gezondheid. Maar, kijk, ik ben lid van de gezondheidsraad. En ik werk liever sterk samen met de gezondheidsraad. Daar waar het gaat over de relatie tussen klimaatverandering en gezondheid. Dan dat ik dat zelf ontwikkel. Dus de afspraak is ook met de gezondheidsraad om die samenwerking vorm te geven en op die manier invulling te geven. En ik denk dat dat krachtiger is als dat wij zelf die expertise aan boord nemen. Daar kan ieder zijn mening over hebben. Eerste advies, klimaatplan, moet volgend jaar 2024 uitkomen. Adviseert over hoe halen wij klimaatneutraliteit in 2050... En dan vooral richten op het beleid tussen 2025 en 2035. Dus midden, lange termijn daarin. Nou, klimaatachtergrond, 1,5 graad moeten we halen. IPCC heeft net een complete rapportage afgeleverd over alle aspecten van klimaat. Ook in de breedte daarin. Niet alleen klimaat, ook IPBES, de evenknie daarvan voor biodiversiteit. Ook daar zou ik denk ik meer samenwerking in zien. En eigenlijk van beide zeggen ze, er zijn transities, zijn er nodig. Wij hier in Nederland, Rob Jetten als minister van Klimaat, die heeft nu in gang gezet om 60% broeikasgasemissie te reduceren in 2030. Formeel moet dat 55% zijn, maar er moet dat ruimte in zitten. En ook Nederland moet klimaatneutraal in 2050 zijn daarin. Wij hebben bedacht, waar staan wij eigenlijk als raad? Want er zijn eigenlijk heel veel adviesraden en functies in dit veld. Vorige week was ik inderdaad hier ook, heb ik deze slide, de lelijkste slide uit mijn presentatie gepresenteerd, want die wordt nogal vol. Er zijn namelijk nogal veel instanties die adviseren op het gebied van klimaat. Natuurlijk zijn we vanuit de EU afhankelijk, daar zit ook een soort klimaatraad die ook adviseert erin. We hebben de Raad van State, die doet juridisch beleidsmatige toetsing en advies daarin. We hebben de planbureaus, sociaal, cultureel, economisch en ook leefomgeving. Belangrijke rol, men noemt ze de rekenmeesters, maar die adviseren ook daarin. Dan hebben we al die raden, de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, de Gezondheidsraad. Er zijn vele raden die eigenlijk, omdat er nog geen klimaatraad was, ook iets op klimaat adviseren daarin. Er zijn partijen met veel kennis. Ik wou zeggen, dit zijn niet de wetenschappelijke ontwikkelingspartijen, maar die hebben wel kennis en die adviseren ook. Dus dat zijn allerlei adviesorganen, private sector, die ook de regering adviseert over klimaat en andere dingen. Dan hebben we een hele grote groep, universiteiten, rijksinstituten, TO2-instituten, een hele range daarvan, ook de instituten voor NWO en KNW daarin. Die hebben niet direct die functie om te adviseren, maar universiteiten moeten impact hebben, ook die adviseren natuurlijk, maar die doen wel de wetenschappelijke ontwikkeling. Dus hier zit wel de wetenschappelijke ontwikkeling in. Het Klimaatinitiatief Nederland,
Die probeert daar het overzicht van te maken op klimaatgebied. En ik kom daar straks nog even op terug, want dat vind ik een interessante rol. Het Nationaal Platform Klimaat, onder Kees Vendrik, vanuit de maatschappij adviseert aan de regering. Wat zijn de signalen die ze opvangen in de maatschappij? En daar hebben we de Wetenschappelijke Klimaatraad. En wij moeten daar dus een soort positie in hebben en in adviseren van al dit drukke veld vanuit klimaat daarin. Nou, hoe doen we dat? In eerste instantie afstemming. Vorige week zei ik, misschien moet ik aanbevelen om dit eens op te ruimen. Dat kan ook, hè? Bezem er doorheen. Maar zo werkt het denk ik niet in Nederland. Dus ik ben voorstander in ieder geval voor die afstemming. Om te zorgen dat je wat meer eenduidige boodschappen levert daarin. En dat je ook goed adviseert. En dat de politiek niet altijd maar kan shoppen bij verschillende raden daarin. Dan de inhoud voor onze adviezen. Die vind ik belangrijk. En die relateert natuurlijk aan Planetary Health rapport wat er nu ligt. Want dat moet de input worden ook op lange termijn voor ons advies. En ook bij ons zou je kunnen zeggen, ja, waarom alleen klimaat eigenlijk? Dat vind ik dus ook. Wij doen dus niet alleen advisering op klimaat. Ja, klimaatneutraliteit is weliswaar het uitgangspunt. Maar dat kan niet zonder die andere maatschappelijke opgaven. Dat kan niet zonder een systeemblik. Dat kan niet zonder systeemtransities. En dus eigenlijk ben je compleet, bijna compleet aan het adviseren daarin. Dat moet natuurlijk onafhankelijk, moet wetenschappelijk goed onderbouwd, niet bestrijdbaar. En dan is timing is belangrijk, communicatie, nazorg. Nou, dat is meer procedureel daarin. Ik zei al, het is niet klimaat alleen. Dus de ecosystemen, koppeling met het klimaatsysteem, koppeling met het menselijk systeem, daar zitten interacties tussen, die kan je eigenlijk niet loszien. En ik ben ook zo'n voorstander om het te verbreden, niet alleen menselijke gezondheid, iets breder te maken daarin, maar ik kan me de focus wel voorstellen van Planetary Health. Want waar het uiteindelijk om gaat, willen wij stappen maken, willen wij tot verbetering komen, dan gaat het over die systeemtransities. Systeem in landgebruik, het voedselsysteem, het energiesysteem, het stedelijke systeem. Dus de systeemtransities, daar moet een kanteling in komen hoe we dat doen daarin. En dan kom je op dilemma's. En dilemma's, dat zijn natuurlijk de interessante punten om op te adviseren, want daar moet je uiteindelijk op kiezen. Daar moet de regering ook op kiezen. Ga je voedsel boven gezondheid, boven landgebruik? Er zijn vele items daarin die je dan tegenkomt, waar je een afweging op moet maken. Maar dat kan dus alleen maar, denk ik, als je ook het totale overzicht daarvan hebt. In dat kader is Planetary Health, Planetary Boundaries. Dat is het concept waar Johan Rukstroom ooit mee begon. Dat vind ik ideaal voor communicatie. Want het geeft zicht op, wat zijn nou de problemen waar je op moet richten. Dit ontwikkelt ook Kate Raworth. Die heeft daar een schil binnengemaakt over de sociaal-economische grenswaarden waar je aan moet voldoen. Nu, vorige week, een nieuw artikel daarover, gaat dan over rechtvaardigheid. Hoe kan je rechtvaardigheid ook meenemen en die planetary boundaries? Maar het blijft wel een beetje op die planetary schaal. En ik denk voor de toekomst, en ik ben blij ook te lezen in het planetary health rapport, het gaat natuurlijk over de governance daarin en de governance op die multilevel structuren. Sorry voor mijn Engelse termen er af en toe doorheen. Het gaat over die uitwisseling tussen wat je globaal afspreekt en wat je lokaal doet uiteindelijk. En al die tussenlagen daarin, die moet je op elkaar afstemmen. Wil je met z'n allen op deze wereld daar stappen in kunnen maken? Erg blij met het rapport. En als je deze vier hoofdpunten, onderzoeksprioriteiten, als je daar bepaalde woorden zwart maakt en je maakt even niet volksgezondheid zwart, dan dek je alles eigenlijk. Dus dat vond ik mooi. Dus ik dacht van oké, dus dit kan je heel goed als kader gebruiken hierin. Het gaat tenslotte over integrale analyse, transformatie. Het gaat over transdisciplinaire wetenschappen hierin. En zowel adaptatie als mitigatie en ook de relatie daartussen. Dat is zeker voor klimaatbeleid erg belangrijk. Hoe doe je dat dan? Dus als je weet why, what, hoe doe je dat dan, dat onderzoek daarin? En dan vind ik het Klimaatinitiatief Nederland heel interessant. En ik ben blij dat dat ook in het rapport staat. En ik zou die link nog versterken eigenlijk,
ook om te voorkomen hè, dat je misschien alleen maar klimaat doet, of alleen maar health doet, of alleen maar biodiversiteit doet, maar juist dat je dat bij elkaar haalt. En de basis voor het KIN is eigenlijk die zegt van die disciplinaire wetenschap, die is op zich wel op orde. We hebben best wel de kennis om te weten dat we moeten veranderen. We weten alleen niet hoe we moeten veranderen en hoe we dat aanpakken. Dus het KIN is niet het vervanging voor disciplinair onderzoek. Nee, het is een add-on op disciplinair onderzoek om transdisciplinair te werken. En te zorgen dat je dat ook in co-creatie samen met de stakeholders doet. Vandaar dat er ook een pact zit. De pact, dat zijn de stakeholders, die doen ook de vraagarticulatie. Daar toets je ook de maatschappelijke relevantie daarop. Een programma en daartussen zit een soort centrum die dat als een soort programmabureau beheert, zeg maar. Lean, mean, niet een nieuw instituut, maar wel gefocust op die systeemverandering die je moet doorvoeren. 2 minuten. Hoe je dat doet in het programma. Het gaat uiteindelijk om dat handelingsperspectief. Daar zitten de actoren die handelingsperspectief moeten hebben, ook de mens. Het gaat uiteindelijk om de doelen, de menselijke gezondheid, maar ook de ecosysteemgezondheid, klimaatbeperking, dus de doelen op zich. En daartussen zitten die systeemtransities. En die breng je bij elkaar met dat onderzoek wat vanuit KIN daarin gebeurt. Interessant daarbij vind ik de benadering, en die zou ik nog willen benadrukken, is de soort living labs daarin. Waarbij je dus place-based, of het nou schiermelijk oog is, of een hart, of een stad, of een wijk, of een buurt, waarin je al die opgaven meeneemt, vanuit die planetary boundaries naar beneden, daar de doelen voor stelt, maar wel dat je de energie onderop gebruikt. En in co-creatie samen met alle stakeholders, inclusief de wetenschap, die daar dan ook een andere rol in heeft, dat je dat ontwikkelt en samen tot oplossingen komt die passen binnen die planetary boundaries daarin. Dank u wel. Mooi, veel dank. We hebben straks tijd voor discussie. Mocht er een verhelderende vraag zijn, dan hebben we daar nu ook nog tijd voor. Die is er niet, dus hartelijk dank Jan-Willem voor je inspirerende verhaal. En dan gaan wij naar de volgende spreker en dat is Sjoerd Repping. Sjoerd is hoogleraar zinnige zorg aan het Amsterdam UMC en daarnaast voorzitter van Zorgevaluatie en gepast gebruik bij Zorginstituut Nederland. En hij zal spreken over duurzaamheid en keuzes in de gezondheidszorg. Dankjewel, Johan. En inderdaad, mocht de zaal het nog niet duidelijk hebben gekregen, we hadden een iets andere opdracht. Dus we waren niet geïnstrueerd om een volledig review te maken van het prachtige rapport wat verschenen is. Maar ook als je niet had gevraagd, had ik hier vrijwillig gezegd dat het een fantastische rapport is en dat het noeste werk wat daarin heeft gezeten, ik heb zelf een aantal dingen ook mee mogen maken, heeft geresulteerd in deze prachtige bijeenkomst vandaag en de publicatie van het rapport, wat dan hoop ik weer de opstap is naar actie. Dat lijkt me wel belangrijk. Ik ben hoogleraar zinnige zorg in het Amsterdam UMC en ik neem u even mee naar mijn wereld en hoe daar duurzaamheid eigenlijk soort naadloos ingevlogen is de laatste jaren en in toenemende mate in zal vliegen. Binnen de zorg is er ook een uitdaging, die heet het integrale zorgakkoord. Tenminste, dat is een oplossing bedacht voor de uitdagingen die wij in de zorg hebben. En die uitdagingen zitten in het feit dat je soms geen stroom meer hebt. Nou, die doet het dan weer. Maar die uitdagingen zitten eigenlijk veel meer op het gebied van capaciteit en van kwaliteit. Dus in de zorg hebben we een grote uitdaging dat patiënten tegenwoordig eigenlijk niet meer op tijd zorg kunnen verlenen. In het ziekenhuis is dat zo, maar zeker ook bij GGZ-instellingen en op andere plekken in de thuiszorg lukt het ons gewoon niet meer om patiënten tijdig zorg te verlenen. De zorg staat in die zin niet alleen tijdens COVID, maar zeker ook nu nog en daarvoor eigenlijk stiekem ook al best wel onder druk om überhaupt dat werk te kunnen verlenen. En er is een toenemende vraag van zorgbehoeftes. En daarmee een toenemende vraag voor de inzet van mensen en middelen. En dus het is op dit moment zo dat 13% van de gelden die wij als samenleving ophoesten, besteden we aan de zorg. En met de geprognosticeerde groei gaat dat 20% worden. Nou, dan kan je zeggen dat is prima, dan doen we misschien een raketje minder of een onderwijsinstelling minder. Maar dat is natuurlijk niet houdbaar. Er zijn allerlei andere uitdagingen waar we ook mensen en middelen voor nodig hebben.
En die mensen zijn misschien wel de allergrootste uitdaging. Er is te beperkt personeel om alle zorg te kunnen verlenen waarnaar gevraagd wordt. Er zijn continu vacatures, ook in het Amsterdam UMC, eigenlijk in alle ziekenhuizen. En er zijn zeg plekken waar er wel geld is om zorg te verlenen, maar er gewoon geen mensen zijn om zorg te verlenen. Dus het besef dat er gekozen moet worden is eigenlijk de laatste jaren, en is misschien eigenlijk al best wel lang, steeds evidenter geworden. En dan denken we, als we het over de zorg hebben, denken we eigenlijk klassiek altijd in drie pijlers langs waar we keuzes zouden kunnen maken die belangrijk zijn als pijlers van ons zorgstelsel. De kwaliteit van de zorg die we verlenen, de betaalbaarheid ervan en tegelijkertijd ook de toegankelijkheid. Heeft iedereen toegang tot die zorg? En dat heel eigenlijk goed is en ontzettend belangrijk is, niet dat het er makkelijker wordt, maar dat het wel gaat gebeuren, gezondheid, is dat de vierde pijler eigenlijk duurzaamheid is. Dit is een plaatje wat misschien sommigen van u wel kennen. Dit is een mevrouw die is geopereerd, een borstreconstructie. En zij heeft om zich heen verzameld alle middelen die er tijdens die operatie zijn gebruikt. Goed voor die mevrouw, maar het heeft ook consequenties aan de andere kant. Dus duurzaamheid, dit is een van de stukken die in het NTVG, wat deze week uitgekomen is, is gepubliceerd. Dat heb ik zelf geschreven met Anneke Kwees samen. Is dat eigenlijk is duurzaamheid een noodzakelijke en een hele logische vierde pijler van ons solidaire zorgstelsel. Kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. En waarom is dat zo? Nou, dat is omdat het een interessante paradox is dat de bijdrage van de gezondheidszorg aan milieuschade of planetaire schade, hoe breed je het wilt trekken, is best omvangrijk. Dit is een analyse die u misschien ook wel bekend is van het RIVM, waarin er gekeken is op een aantal elementen van schade aan het milieu. Het gaat over afvalproductie, landgebruik, gebruik van grondstoffen, broeikasgaseffecten. Wat de bijdrage van de gezondheidszorg in Nederland is in percentages op het totale geheel. Dat is nogal wat. Dus van de broeikasgasemissie wordt 7,3% veroorzaakt door de zorg. En dat is voor mensen die werkzaam zijn in de zorg natuurlijk een ingewikkelde, vervelende paradox. Ik kan me voorstellen dat als je, ik hoop niet dat ik mensen beledig, maar bij Tata Steel werkt, dat je denkt, oké, dat is mooi, we maken producten en het heeft milieuschade. Maar de paradox in de gezondheidszorg is dat iedereen er is om mensen te helpen, omdat zij een gezondheidsprobleem hebben. En dat doordat wij die mensen helpen, we eigenlijk tegelijkertijd gezondheidsproblemen veroorzaken. Niet zozeer bij die mevrouw of die meneer die voor je zit, maar door de consequenties, goed beschreven in het rapport, die de zorg in bredere zin heeft. Veel van die effecten komen door het gebruik van chemische producten, geneesmiddelen met name. In de zorg zijn er een aantal, ik noem het maar even, algemene aanpakdingen die je ook in ieder andere willekeurige instelling of organisatie moet aanpakken om gewoon nu al een bijdrage te leveren aan die grote duurzaamheidsopgave. Dit is een voorbeeld van aanpassing in het luchtbehandelingssysteem in het Amsterdam UMC. Die dingen stonden best wel hard aan. Is eigenlijk helemaal niet nodig per se om veilige zorg te verlenen. Dus op de OK's wordt lucht gezuiverd om te voorkomen dat je infecties krijgt tijdens de operatie. Dat wil je natuurlijk niet. Maar het onderzoek bleek dat je die luchtverversing misschien wel wat minder zou kunnen doen. Nou, als je ziet, dat hebben we gedaan. Dat is al wat langer geleden. En dat levert nog wel wat op. Een enorme besparing aan energieuitgiftes per jaar. Ik noem dat, het is leuk, het gebeurt in het ziekenhuis, maar het is eigenlijk een algemene aanpak die ook zou kunnen gelden als je op allerlei andere plekken zit. Ik weet niet of de ASML-fabriek heeft ook een clean room systeem. Ik weet niet hoe hard die aanstaat, maar misschien zijn die chips wel net zo goed als je 20% minder luchtverversingen doet. Dat scheelt ongelooflijk. Ja, hier bij de KNW, bij de wetenschappers, waar ik zelf ook graag kom, een andere algemene aanpak gedrag. Dit is misschien ook een bekend plaatje van, we gaan met z'n allen naar een congres. In dit geval is dat de Verenigde Staten, was een specifiek congres, heeft Teun Bouwsema opgeschreven. Als je dan kijkt wat dat dan oplevert aan druk op het milieu, om met z'n allen naar één plek in de wereld te fietsen, om niet te fietsen, maar te vliegen waarschijnlijk, om te zeggen, dan gaan we samen praten, dan heeft dat nogal een effect. Analyse ervan, als je het virtueel doet, en dat kan prima, weten we gelukkig, voor een heel groot deel, dan scheelt dat 94% in je carbon footprint. Dus ik ben heel blij dat deze bijeenkomst, Johan, heb je vast over nagedacht, in Amsterdam was. Ik ben heerlijk op de fiets, het is ook prachtig hier, en daar voel ik me ook veel beter bij. Ik was vorige week, twee weken geleden was ik in Kopenhagen, ik ging naar de marathon lopen, en ik herinner me, ik ben nu twee keer eerder geweest, maar ik kende die hele stad niet. En ik zal het maar eerlijk bekennen, er waren twee keer momenten dat ik ingevlogen ben om een voordracht te geven. Ging ik 's ochtends heen, deed ik een praatje, nam ik een broodje, vloog ik naar huis, kon ik 's avonds met mijn kinderen eten.
En nu was ik met de trein, daar deed ik de hele dag over. Ik heb heerlijk gewerkt overigens, maar ook dit component van wat je normaal vindt om te doen versus wat je normaal moet gaan vinden om te doen, is nogal een verandering. Maar dat zijn nog steeds in mijn ogen vrij algemene aanpakken die ook buiten de gezondheidszorg een belangrijke rol zouden moeten spelen. Zorgspecifiek een voorbeeld. Dit zijn de gebruikte gassen op de OK om patiënten onder slaap te brengen, om te zorgen dat je een invasieve ingreep kan doen. Daar kan je keuzes in maken. Je hebt verschillende soorten medicijnen die je daarvoor kan gebruiken, of anesthetische gas in dit geval. En die hebben een nogal verschil aan impact op CO2-output. Als dat dus in de kwaliteit niks uitmaakt, waarom zou je dan nog desfluraan gebruiken? Omdat dat een veel grotere impact heeft. Dat zijn een van de meest zware, verzwarende gassen, als je dat omrekent naar CO2-belasting, versus een ander medicijn wat eigenlijk een veel mindere footprint heeft. Hier kunnen we gewoon nu, en dat hebben we ook eigenlijk al gedaan, keuzes in maken die de footprint van het op de OK zijn kunnen verminderen. Tot zover vind ik ze ook nog relatief makkelijk in alle eerlijkheid. En er moet nog heel veel gebeuren. We moeten namelijk gewoon voor actie daarop richten. Maar het wordt nog iets complexer als het gaat over keuzes. En dan kom ik terug tot die uitdagingen die we in het algemeen in de zorg ook hebben over kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid. En als je daar duurzaamheid aan toevoegt, dan is de eerste vraag eigenlijk altijd, en die kritische vraag in de zorg wordt gelukkig ook steeds meer gesteld, is het wel effectief? Hebben patiënten wel wat aan deze diagnostische test, aan dit behandeltraject, aan deze vorm van zorg? En effectiviteit is iets waar we nogal wat harder op zouden kunnen en moeten sturen met z'n allen. Het interessante is namelijk, en dat komt natuurlijk ook helemaal voort uit de ladder van Lansing, dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Dus als een bepaalde interventie niks oplevert voor een patiënt, dan moeten we dat niet doen. Want dan is het niet, baat het niet, dan schaadt het niet. En dan is het, baat het niet, dan schaadt het wel. Namelijk, het kost wel tijd, geld en het levert planetaire druk op. Is nog ongelooflijk veel te winnen. Maar als het effectief is, dan wordt de vraag vervolgens, en dat zijn de keuzes die ook op ons afkomen, is het dan het geld, het personeel en het milieu waard? Wat zijn we bereid op te offeren aan mensen en middelen en aan belasting voor het klimaat om die ene patiënt te helpen met iets waar hij of zij iets beter van wordt? En als er meerdere opties zijn, dan wordt het nog complexer, want dit is misschien nog wel en niet behandelen, maar vaak zijn er verschillende behandelstrategieën mogelijk. Hoe ga je dat dan afwegen? Moet je naar de vaatchirurg voor etalagebenen of moet je naar de fysiotherapeut? Dat lijkt misschien een makkelijke afweging als ik net het plaatje over die OK heb laten zien. Maar 20 keer naar de fysiotherapeut gaan heeft ook een bepaalde milieubelasting versus 1 keer naar het ziekenhuis gaan. En eigenlijk gaat dit in mijn ogen een ongelooflijk belangrijk onderdeel worden in de keuze die we in de zorg moeten maken. Waarbij we moeten focussen op dingen niet meer doen omdat ze niet helpen of omdat ze belastend zijn. Dingen voor wel doen omdat ze beter zijn. En er is nog een enorm veld te ontwikkelen over vraagstukken waar we het antwoord niet hebben op de vragen die ik net heb gesteld. Het gaat in die zin eigenlijk ook nooit meer weg. Het is niet zo dat we nu een lijstje hebben van dingen. Nou, als we die oplossen, dan zijn we klaar met de gezondheidszorg. Want morgen is er weer een nieuw middel, overmorgen is er een nieuwe indicatie en overmorgen is er een nieuwe ziekte. Dus we werken toe naar een systeem waarin we continu moeten leren en verbeteren. En waarin dus afwegingen die ook gebaseerd zijn op welke duurzaamheidsvragen is er eigenlijk een centrale rol gaan spelen. Een voorbeeld van waar dat eigenlijk al heel evident is. Dit is een onderwerp wat landelijk geïmplementeerd moet worden. Het gaat over verstandige keuze binnen de cardiologie. Verricht routinematig geen aanvullend onderzoek. Nou, dat is een heel lijstje van onderzoek wat je zou kunnen doen omdat patiënten daar niks aan helpen. Niks aan hebben. En tegelijkertijd, als je dat dus doet, heeft dat dus ook een positieve impact op kosten, op toegankelijkheid, namelijk arbeidsinzet en ook op duurzaamheid. Want al die testen die hier staan, hebben ook een footprint waar je liever niet op wil komen als patiënten er niks aan hebben. Nou, dan mijn favoriete tijdschrift naast het NTVG deze week is de Consumentengids. Want wat moeilijk wordt is als je afwegingen onderling moet maken. En ik ben, jullie, dat is vast opgelegd door mijn ouders die vroeger ook de Consumentengids hadden. Ik weet niet of u deze tabellen nog herkent, maar misschien maakt u er wel eens gebruik van als u een keuze moet maken over wat u moet kopen. U kunt ook de vraag stellen of u het wel nodig heeft, maar dat is een andere vraag. Wat ik interessant vind aan deze tabel is dat dat een beetje een perspectief is waarvan ik denk dat in de zorg ook een stap gemaakt gaat worden. Dus hier kan je kiezen tussen verschillende telefoonabonnementen en dan naarmate jij het netwerk belangrijk vindt of hoe vaak er een sms-storing is. Ik weet niet of er mensen zijn die sms'en, maar of dat er een storing is in de internetdiensten, kan je een verschillende keuze maken. Dan kan voor de ene klant kan het abonnement van Tele2 goed zijn en voor de andere het Simyo-abonnement.
En de parallel met de zorg is misschien wel eigenlijk dit, is dat als je een zorggids zou hebben en je hebt verschillende vormen van interventies of behandelstrategieën, misschien niks doen, behandeling A, behandeling B, dat je vragen kan stellen. Wat betekent dat in mate van de effectiviteit van die interventie, de kosten, het personeel en ook duurzaamheid? En dan kan je afwegingen maken. Dat kan je doen op maatschappelijk niveau, waar willen we onze mensen in stoppen. Dat kan je ook doen op niveau van individuele patiënten. En er zijn een aantal voorbeelden waarbij er nu ook gekeken wordt of als je patiënten dit soort keuzes voorlegt, of patiënten er dan voor willen kiezen om een interventie te doen die zelf misschien ietsjes minder effectief is, of misschien ietsjes meer belasting met zich meebrengt, maar wel voor hen duurzamer is. Er is een onderzoek bij de gynaecologie onder andere, dat het gebruik van een disposable speculum versus een herbruikbaar speculum misschien iets ongemakkelijker zou kunnen zijn, maar tegelijkertijd zegt meer dan de helft van de patiënten, dat heb ik ervoor over als ik weet dat ik daarmee een wat positievere bijdrage lever aan het milieu. Dus zeker bij de patiënten begint dit ook gewoon hartstikke goed te leven. De uitdaging is wel dat deze tabel helaas heel vaak gevuld is met allerlei vraagtekens. Omdat we die effecten op effectiviteit, kosten, duurzaamheid, arbeidsinzet eigenlijk heel vaak niet goed weten. Maar goed, dan hebben we wat te doen. Dan hebben we als klusje, we moeten die tabellen verder invullen. En we hebben ook die ingewikkelde afweging onderling eigenlijk al voor een deels gemaakt. Nog niet voor duurzaamheid, maar wel bijvoorbeeld voor kosten. Dus we hebben in Nederland een stelsel waarin we zeggen, nou, als iets effectief is, hoeveel geld hebben we daar dan met z'n allen voor over? Dat heet de effectiviteitsgrenzen op basis van QALYs. Dat zijn maten om vast te stellen in hoeverre iets bijdraagt aan de kwaliteit van leven van patiënten die je daarmee behandelt. En we hebben gezegd, als er een heel ernstige ziektelast is bij een bepaalde patiënt, dan zijn we bereid als Nederlandse samenleving om daar 80.000 euro per QALY aan uit te geven. En dan zie je ook wel stukken in de media over. Hè. Dan is er een nieuw geneesmiddel, dat is misschien wel effectief, of het is effectief, maar het kost 2,5 miljoen per jaar. En we worden dan gedwongen om een keuze te maken. Gaan we dat ervoor over hebben? Dan wordt er eerst altijd vaak nog onderhandeld. Dan valt die 2,5 miljoen uiteindelijk nog best wel mee. Want bedrijven zijn ook wel bereid wat in te schikken in die prijs. En maar hier zie je dus dat we eigenlijk al als samenleving een bepaalde afweging hebben gemaakt. Dit is de grens die wij stellen. Zoveel geld willen we eruit gaan geven. En ik denk dat we er niet aan het komen. En het lijkt me ook hartstikke goed. Johan, we hadden het al een keertje over. Dat moeten we ook ontwikkelen voor arbeidsinzet. Hoeveel verpleegkundigen hebben we over om één patiënt dit beter te laten voelen? En we moeten dat ook doen voor duurzaamheid. Hoeveel hebben we ervoor over om één patiënt te behandelen wat tegelijkertijd een potentieel groot negatief effect heeft voor de samenleving als geheel, ook ver buiten Nederland waar die patiënt natuurlijk helemaal niet is. Nou, dat zijn dan ook de uitdagingen. Hoe nemen we die duurzaamheid mee in het vaststellen van wat zijn nou onderzoeksvragen? Gaan we onderzoeksvragen richten puur op kwaliteit? Of misschien moeten we ons onderzoek vooral ook richten in het invullen van die vraagtekens in de kolom duurzaamheid? Hoe doen we dat dan? Hoe meten we dat dan? Daar zit een uitdaging. En hoe zorgen we ervoor dat we de resultaten daarvan ook dan overal in alle ziekenhuizen geïmplementeerd krijgen? En die afweging duurzaamheid ten opzichte van de andere elementen, dat blijft een ingewikkelde. Ik wil eigenlijk afsluiten met dat ook wat in het heel duidelijk in het rapport staat is, ja, er moet nog heel veel onderzocht worden. Het moet ook allemaal nog veel beter en het kan nog helemaal veel beter. Maar er zijn ook heel veel dingen die we gewoon morgen kunnen doen. Dus die actie en die urgentie is zo groot dat we de actie niet kunnen laten wachten tot we de meetmethodiek perfect hebben. We moeten het gewoon morgen gaan doen. Dankjewel. Dankjewel, Sjoerd. Wij gaan meteen door met de volgende spreker. En dat is Hans van Goudhoever. Van oorsprong en nog steeds kinderarts. Ja. Daarnaast decaan van de faculteit geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC. Ik moet het snel voorlezen, want het is een hele lange lijst. Het gaat allemaal van mijn tijd af. En lid van het duurzaamheidsoverleg van de Nederlandse Federatie van UMC's. Dank u wel, Johan. Ja, ik mocht ook op de fiets komen, dus dat was ook weer fijn. Dus het is een heel Amsterdams feestje, lijkt het zo, maar hartstikke leuk dat ik hier mag staan. En ik ga het hebben inderdaad namens de UMC's van Nederland. Sjoerd komt uit Amsterdam UMC, dus een aantal van de dia's die hij heeft laten zien, ga ik ook laten zien, maar met totaal andere annotatie. Nee, dat zal meevallen. Wat jullie hier zien op dit plaatje, hierboven, is het midden van het Amsterdam UMC. Daar hebben we het Voetenplein, zoals het mooi heet, dat zien jullie. Eigenlijk niet. Maar dit is Blik op Groen. En dat is hartstikke leuk, want we hebben deze maand hebben we onze duurzaamheidmaand van Amsterdam UMC, waarin we elke week een ander thema hebben. Dus
Je rapport die je uitbracht vorige week was echt fantastisch getimed voor ons. Maar niet alleen voor ons, ook voor ons, niet alleen voor ons in Amsterdam UMC, maar ook fantastisch getimed voor de UMC's. Want tot mijn schande kan ik eigenlijk wel zeggen dat wij als UMC's best wel dat hele duurzaamheidsagenda hebben gemist. En hadden we dat kunnen weten, hadden we daar iets aan kunnen doen? Is het antwoord ja, want hier zie je SARS 2003, swine flu 2009, MERS, Ebola, Zika. Allemaal infectieziekten die te maken hebben met ons gedrag. Die al dus 20 jaar lang op ons afkomen. Waar we best wel met interesse, in ieder geval vanuit Nederland, naar hebben gekeken. Ik ben nog naar Hongkong gegaan om gewoon te kijken hoe ze dat nou hadden gedaan. En vond dat reuze interessant en ben vervolgens weer precies verder gegaan met wat ik altijd deed. Namelijk heel leuk en belangrijk, vond ik zelf werk doen, maar heel erg op het microniveau. COVID heeft het daarentegen best wel veranderd, hoe we kijken tegen de wereldproblematiek. Maar eigenlijk zijn we dat ook alweer een beetje vergeten als samenleving. En hebben we het nu ontzettend over de recessie die we daar hebben. Dat lijkt een veel groter probleem. En daarom is het discussie over climate change en biodiversity collapse is eigenlijk een veel groter probleem wat we nu langzaam bij ons begint door te dringen. Sjoerd had het er al over. In het kort, hè, behalve dat we denken dat we zelf best wel kunnen helpen op het gebied van de zorg. Hè, niet alleen gezondheid, maar ook nadrukkelijk de zorg en planetary health, zijn we zelf natuurlijk ook een ontzettende vervuiler met allerlei dingen die we doen. En de CO2-equivalent 7,3 abiotische grondstoffen gebruikt, nou, ze staan hier 13%. Best wel hoge percentages, waarbij je dus eigenlijk kan zeggen dat er een dubbele opdracht ligt voor ons in die zorgsector. Want die ene opdracht ligt in die vervuilende factor die we zelf zijn, met energieverbruik, met travel van patients en healthcare workers. Maar dat zijn wij dus net zo goed zelf. En congresbezoek, hè, we gaan volgende week gaan we een ontzettend streng reisbeleid voor onze medewerkers aftreden. Dat gaat mij allemaal rotte tomaten naar mijn hoofd gooien betekenen. Maar er is, het is wel tijd om hier wat aan te gaan doen. Waarom zouden we ons daarover druk maken? Nou, dat heb ik eigenlijk net in de algemeenheid gezegd. Maar er zijn natuurlijk een aantal factoren die van belang zijn in die climate change die we hebben, die voor ons van belang zijn. Dat zijn hongersnoden, dat zijn de migratieproblematiek, het is de hittestress die we hier noemen. Het is ook echt wel een effect op de mentale gezondheid en de zoonoses natuurlijk ook, die ik helemaal aan het begin al afgaf. Hoe doen we dat nou als Nederland? En hier zie je het een beetje ten opzichte van de totale carbon footprint die we hier hebben. En dan zie je tot, hoe zou je het zeggen? Eigenlijk zegt Johan het wel goed. Hè? Aan de ene kant hebben we het dus heel goed in ons landje. En dat betekent dus ook dat we daar best wel een prijs voor betalen vanuit die zorg, wat het kost aan carbon footprint. Want we staan dus helemaal bovenaan van al deze landen. Wat is het grote beeld? Dat kennen jullie vast nog beter dan ik, want jullie zitten er langer in dan ik. Maar mortaliteit door klimaatverandering zie je globaal zo, als aan de bovenkant wordt laten zien. En de emissies ten grondslag van die klimaatverandering geeft eigenlijk een flip-over beeld van de wereld, waarin je ziet hoe dat nou wordt veroorzaakt. En eigenlijk is die vraag die Johan ook aan het begin stelde van andere landen, bijvoorbeeld van de Global South, mogen wij ook even profiteren van de toegenomen technologie, de toegenomen mogelijkheden, om een beetje meer op dat niveau te komen waar jullie op zitten? Een hele terechte en logische vraag die we ook, denk ik, met ja moeten beantwoorden. En dat heeft dan tot gevolg dat wij inderdaad moeten gaan inleveren. En dat wordt nog best wel een klus. Planetary Health, een nieuw discipline staat hier. En dat is het dus ook daadwerkelijk, in ieder geval vanuit de zorgsector gemeten. En dat betekent ook dat wij zeggen dat we er best wel wat aan moeten doen. In dit rapport staat, hè, want we hadden inderdaad helemaal geen opdracht wat we moesten zeggen. Daar kan je zeggen,
wat voor een kritiek kan je dan opleveren? Niks. Er staan namelijk ontzettend veel wijsheden in. Want hier staat een ontzettend duidelijke vingerwijzing. Als wij kijken naar onze wetenschappelijke output ten opzichte van de universitaire wereld, wat we zien in Nederland qua, dus wat doen UMC's als faculteiten van universiteiten, hebben wij ongeveer 40% van de research output van elke universiteit die een medische faculteit heeft. Wat doen we op planetary health gebied? Bijna niks. Het lijkt een hele grote lijst, hè, met 44 lopende onderzoeksprojecten, en die zijn wisselend in grootte. Maar alleen al binnen Amsterdam UMC hebben wij meer dan 1200 onderzoeksprojecten op dit moment lopen. Dus dit is eigenlijk een ontzettend klein gedeelte wat we hier maar aan besteden. En ja, we kunnen aan greenwashing doen. Dan zeggen we iedereen die in virologie geïnteresseerd is en in parasieten geïnteresseerd is in al het onderzoek wat ze daarin doen. Nou, kijk, ons is lekker met planetary health bezig zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Hè? Dus we hebben echt wat dat betreft wel een mind switch nodig. Netherlands Center for One Health, doen we wel wat in. Ligt hier nauw aan verbonden, denk ik. Maar is ook wat dat betreft nog steeds best wel beperkt. We hebben het over de footprint die we hebben gehad. En die switch die we moeten maken is eigenlijk wat kunnen we doen. Zelf in het gebied van die planetary health. Daar hebben we met z'n allen net een Green Deal voor over afgesloten. Die is ook een maand of 5 oud, denk ik. Voor sustainable healthcare, die we namens de hele zorgsector hebben afgesproken. Bestaat uit 5 delen. Gezondheid bevorderen voor patiënten, cliënten heet het soms ook, en onze eigen medewerkers. En dat gaat over wat voor een dieet bied je mensen aan en wat serveer je zelf. Wij vinden ons alweer, maar dat is heel erg een soort, een soort kleine actie, dat we zeggen, wij serveren alleen nog maar vegetarische dingetjes die we zelf organiseren. Maar dat laten we dan best wel vrij uitstaan. Dat zeggen we, dat doen we vanuit de Raad van Bestuur. Maar als je zelf iets anders wil, iedereen zijn autonomie, zo zijn we in de universitaire wereld, dat is heel belangrijk. Dus we hebben dat toch helemaal niet zo dwingend. Wat is de volgende die we hebben? Raise awareness and understanding of impact of healthcare on climate. Nou, daar zeggen we van, laat het nou ook alsjeblieft niet alleen in die zorg zelf en in onszelf zitten, maar ook in het onderwijs wat we geven. En ook ja, daar beginnen we mondjesmaat met het introduceren van planetary health onderwerpen in het medisch curriculum. Maar het is echt, dit is net van dit jaar, hè, voordat we dit nou hebben gedaan. Dan reduce CO2 emissions bij 55% in 2030. Dat gaan we waarschijnlijk wel halen. Dat is denk dat we dat halen. Klimaatneutraal zijn met onze gebouwen is, denken we allemaal, als ik aan de bouwers vraag, is een soort van kansloos. Dus dat betekent dat je eigenlijk op een totaal andere manier moet gaan denken over hoe je je ziekenhuizen gebruikt, op welke manier. En dat geeft ook wel een grote verandering. Mooi voorbeeld, opnieuw over de reis waar Sjoerd het over had. Hè? Wat doen we zelf voor congresbezoeken? Zo. Dit is een prachtig plaatje uit Rotterdam. Lees ik net wel weer in de krant dat met de trein naar Londen gaan voorlopig vanaf de zomer vanuit Amsterdam in ieder geval niet mogelijk is en niemand nog weet waar je moet opstappen. Maar goed, dit zijn wel belangrijke dingen. Maar het heeft wel impact op iedereen. Dan vermindering van materialen is een heldere die we met ze willen doen. Ook hier heeft Sjoerd net het voorbeeld gegeven. En medicatie use, ga ik ook dit plaatje laten zien. Nou, dat weet u nu allemaal. Allemaal kleine stapjes die we wel kunnen doen, maar die we echt nog wel veel verder moeten doen. Dan over het rapport zelf. En over hoe we nou dit Planetary Health als onderzoeksterrein verder ook vanuit de UMC's willen oppakken. De eerste vraag is altijd er moet er meer geld bij. En hier staat ook iets moois in. De vraag is of er wel meer geld bij moet, of dat je eigenlijk niet je geld anders moet gaan besteden. En dat laatste lijkt me eigenlijk heel erg goed. We hebben best wel veel geld is er beschikbaar voor onderzoek te doen. En dat kunnen we best anders besteden om planetary health research groter neer te zetten. Kennis en kunde te veel versnipperd.
Ook ik ben heel erg blij met het klimaatonderzoekinitiatief in Nederland. Ik denk dat dat een prachtige manier is om multidisciplinair dit probleem proberen aan te pakken. Ook de methodologie die erachter zit, met niet proberen zoveel mogelijk promovendi erop te zetten en zoveel mogelijk artikelen te publiceren en promoties, maar door het eigenlijk heel snel in de praktijk te brengen, ook start-ups te laten meewerken en daar ook de incentives voor behouden, is denk ik een hele goede. Kennisagenda, dat is wat we nu aangeboden krijgen, waar we ontzettend veel uit mee kunnen. 4 grote thema's erin, en ik neem ze even als laatste 4 dia's wat wij daarin denken te kunnen doen. Gedrag en governance, welke factoren bepalen de aanname van dat gedrag, hè, dat is denk ik een belangrijke waar wij wat kunnen doen. Wat zijn effectieve economische benaderingen om duurzamer gedrag te bevorderen en ecologisch schadelijk gedrag te ontmoedigen? Dat is denk ik ook voor ons van belang. Ondersteuning van transformationele, wat een moeilijke woorden heb je eigenlijk allemaal erin gezet, Johan. Veranderingen. Dus wat kunnen we leren van die eerdere maatschappelijke transities? Want het is echt wel een andere tak van sport. Fundamentele verandering van de economie, is dat noodzakelijk? Wat zouden dan de gezondheidsgevolgen zijn? Ik denk dat we daaruit vanuit de UMC's ons kunnen bezighouden. Ethische verplichtingen ook aan de andere diersoorten om het nog wat breder te trekken. Maar met name natuurlijk op de volgende generaties van mensen. En hoe verhouden die zich tot onze verplichtingen aan de huidige generatie mensen? Die analyses van de mondiale milieuverandering, wat zijn die effecten dan van die combinaties op menselijke gezondheid, is denk ik voor ons een belangrijk om op te pakken. En als laatste, wat is de bijdrage van de gezondheidszorg aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en mondiale milieuveranderingen? En waar liggen voor ons, wat ons betreft, de aangrijpingspunten voor de interventie? Kortom, het is een ambitieuze agenda. Ik denk dat dat een agenda is waarvan wij zeggen, die handschoen pakken we eigenlijk heel graag op. Langzamerhand beginnen we ons bewust te worden van de immense gevolgen van deze klimaatverschijnselen, ook op de zorg. Op de zorg voor de mensen die erin werken, maar ook de zorg voor de mensen voor wie we zorgen en de volgende generaties. En wij pakken die handschoen graag op. Dank jullie wel. Dat is heel goed om te horen. En we zullen straks daar vast nog wat verder over discussiëren. Ik geef dan nu het woord aan de laatste spreker voor de pauze. Johan Schot is hoogleraar wereldgeschiedenis en duurzaamheidstransities. En die zal vanuit een hele andere insteek, namelijk die van interdisciplinariteit en de transitie naar een duurzame samenleving, ons toespreken. Ga je gang. Ja, dit is de titel die ik heb meegekregen om iets over te zeggen. Ik weet niet zoveel van gezondheidszorg, laat ik maar gelijk zeggen, maar ik ben eigenlijk een historicus die reist door de tijd. Dus ik doe niet alleen historisch onderzoek, maar ook toekomstgericht onderzoek. En ik stel eigenlijk de vraag, hoe komen transities eigenlijk tot stand? En historici zijn wel experts in veranderingsprocessen, zou ik zeggen. De eerste vraag is eigenlijk, het woord systeemverandering in zoveel gevallen, transities, waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Nou, dit is een plaatje wat het eigenlijk uitdrukt. Want met systeemoptimalisering en een aantal dingen die gepasseerd zijn, ook genoemd zijn door de collega's, zou ik systeemoptimaliseringen noemen. Daar kan je effect mee hebben, een relatief sneller effect. Maar systeemverandering neemt veel langer in beslag, maar heeft een grotere belofte om de problemen op te lossen. Ik werk zelf heel veel met financiers. Eigenlijk mijn onderzoek gaat eigenlijk over hoe financier je systeemtransities. En voor bijvoorbeeld private investeerders is het heel lastig, omdat uit het plaatje ook blijkt, het wordt pas op lange termijn het impact zichtbaar en ook de return on investment speelt op lange termijn. En dus ze moeten 10 jaar wachten. En dat is een lastige boodschap. Er wordt veel gepraat over systeemverandering, maar wat is eigenlijk systeemverandering? Ook dat is vaak niet duidelijk.
en wordt heel slecht gedefinieerd. Ik geef je een definitie die komt eigenlijk vanuit een nieuw veld. Duurzaamheidstransities, ook een nieuw veld, wat ontwikkeld is aan het begin van deze eeuw. In Nederland was daar frontrunner van, een groot programma opgezet. En zo, wat is de definitie? De definitie begint met het idee dat een samenleving of een economie wordt nu opgedeeld in sectoren. Wij delen dat op in systemen die voorzien in basisbehoeften. Dus je hebt een systeem voor de mobiliteit, je hebt een systeem voor de gezondheidszorg, je hebt een systeem voor energie. Dus je hebt allemaal systemen. En die systemen bestaan aan de buitenkant, zou je kunnen zeggen, uit een aantal aspecten die hier opgesomd zijn. Even terug. Ga ik weer te snel terug. Dus die aspecten. En de hoofdboodschap is, het gaat niet alleen om technologie. Technologische keuzes hangen samen met beleidskeuzes, met culturele keuzes, met voorkeuren van consumenten en ook met industriestrategieën. En al die aspecten zijn aligned of verbonden. Het heeft geen zin om alleen een nieuwe technologie, dan krijg je automatisch vaak systeemoptimalisering. Je moet ook niet alleen aan gedragsverandering werken. Als dat niet ingebed is in een nieuwe materiële infrastructuur, werkt ook niet. Het gaat juist om de relatie tussen die aspecten. Systemen worden onderhouden, ontwikkeld door wat wij noemen regimeactoren. Dat zijn actoren natuurlijk die belangen hebben bij dat systeem. En die worden gedreven, zou je kunnen zeggen, door economische motieven of door belangen. In dit onderzoek gaan we eigenlijk uit dat ze gedreven worden door wat we noemen rules of regels. Ze hebben bepaalde assumpties en voorkeuren. En systeemverandering gaat eigenlijk over die voorkeuren aan de orde stellen. Bijvoorbeeld de scheiding tussen voeding en gezondheidszorg. Er is wel een klein verband, maar niet een heel groot verband. Gezondheidszorg wordt niet helemaal bekeken vanuit een voedselperspectief, terwijl van een systeemverandering uit zou dat veel meer moeten gebeuren. Dus er zijn, eigenlijk wordt in elk systeem maar een beperkt aantal van de opties ontwikkeld en de andere opties blijven allemaal liggen. En het gaat dus om die regels ter discussie te stellen. En die zijn ook ingebed in wat dan heet beliefs en values, waarden en normen en wat we denken en geloven. Dat belangrijk is. En die regels zijn ook collectief. En ook eigenlijk ingebed in het systeem. Dus zelfs als je in Chicago woont en ze zeggen, nou, fietsen is eigenlijk veel beter, gaan we fietsen. Kan niemand dat doen, omdat de hele materiële omgeving laat eigenlijk geen fietsen toe. Maar ook alle regels, alle andere. En er zijn er veel te weinig mensen die het doen. Dus systeemontwikkeling, het is niet volstaat niet om mensen op te voeden. Mensen gedraag je meer duurzaam. Dat lijkt dat systeemoptimalisering. Want het gaat om ook een collectief gedrag wat ingebed is in een hele omgeving. Dat wil niet zeggen dat individueel gedrag niet belangrijk is. Het wil alleen zeggen om van een gedragsverandering door mensen op te voeden is niet voldoende. Nou, hoe komt dan verandering tot stand? Daar gebruiken we onder andere dit plaatje voor. Het idee is, je hebt dus een regime van hoe het nu gaat. En dat regime moet zich openen voor verandering. Wat vaak met adviesrapporten gebeurt ook natuurlijk, is dat er wordt geschreven over het nieuwe, wat moet worden toegevoegd, maar wat moet worden weggelaten of weggestreept of stoppen. Dat is even belangrijk. Wij hebben heel veel historische transitieprocessen bestudeerd, bijvoorbeeld ook de opkomst van het ziekenhuis als een systeeminnovatie. En wat er moet gebeuren, is geen enkele transitie die tot stand komt zonder dat het bestaande wordt opengebroken en regimeactoren totaal nieuwe dingen gaan wensen en verlangen. Dus dat is een heel belangrijk deel van het veranderingsproces. Het andere deel is natuurlijk, je moet alternatieven hebben. En wij noemen dat niches, want die alternatieven moeten ontwikkeld worden in omgevingen waar ze worden gestimuleerd. Vaak worden de alternatieven ontwikkeld in een omgeving die niet erg conducive is voor het alternatief. Dus eigenlijk met die investeerders waarmee ik overleg, zeg ik, je investeert niet in een bedrijf. Je moet investeren in de omgeving waar dat bedrijf in functioneert. Als die omgeving verandert, kan dat bedrijf en die innovatie veel beter zich verspreiden en ontwikkelen. En daarnaast hebben wij zoiets als landschap, daar valt ook klimaat onder. Dat is eigenlijk een serie van trends zoals individualisering, klimaatverandering, die eigenlijk zijn ontstaan door de systemen die we hebben. We hebben bepaalde systemen ontwikkeld. Bijvoorbeeld een energiesysteem gebaseerd op fossiele brandstof. Dan krijg je klimaatverandering. Dus het landschap bestaat uit heel veel trend en ook shocks.
En die beïnvloeden dat die competitie tussen regime en niche. Dus wij analyseren eigenlijk in ons onderzoek hoe ontwikkelen, wat zijn de cruciale factoren die bepalen of een niche succesvol is. Bijvoorbeeld, wat voor soort type leerprocessen moeten er plaatsvinden, wat voor soort type netwerk moeten zijn, wat voor soort type toekomstbeeld. Wij kijken naar de mechanismen die zorgen dat het bestaande wordt opengebroken en we kijken naar die interactie met shocks en trends. Dat is in kort samengevat het onderzoeksgebied gericht op single system change. Bijvoorbeeld gezondheidszorg. Maar de systemen die we hebben zijn eigenlijk ontwikkeld vanaf de industriële revolutie in een aantal golven. Dus wij hebben een soort lange termijn historische analyse gemaakt van die golven. Die worden aangedreven door nieuwe technologische mogelijkheden. De laatste golf waar we nu in zitten, digitalisering en ook biotechnologie. En heel veel nieuw onderzoek is gericht op steeds nog voortzetten van het bestaande traject. Terwijl wat er eigenlijk nodig is, dat er heel veel systemen, dus energiesysteem, mobiliteitssysteem, moeten tegelijkertijd veranderen. Dus het gaat ook om de koppeling. Dat wordt ook in het rapport erkend en beschreven. En dat is ook het sterke aan het rapport, vind ik, dat het niet alleen gericht is op gezondheidszorg, maar juist is gericht op een veel bredere inbedding van die gezondheidszorg in andere systemen. En de gezondheidszorg kan dus niet alleen veranderen voldoende. Die wordt ook op zijn plek gehouden door die andere systemen. Bijvoorbeeld als er een mobiliteitssysteem is gebaseerd op auto's, dan kan je wel proberen het vervoer anders te regelen naar je ziekenhuis. Gaat niet lukken. Dus het gaat ook om die koppeling. En wij noemen het eigenlijk de tweede type transitie. Eigenlijk moeten we, het gaat om een heel nieuw ontwikkelingsparadigma. Waar we al onze systemen opnieuw moeten herontwerpen. Het huidige, laat zeggen, set van systemen hebben we 200 jaar over gedaan. Nu wordt er gezegd, we moeten in 10, 20 jaar veranderen. Al die systemen. Lastig. Historisch gezien, unprecedented, eigenlijk onmogelijk. Dan moeten we ons wel realiseren dat de eerste transitie, die ging dan in een aantal landen over textiel, over mijnbouw, was ook heel beperkt tegen de achtergrond van een hele premoderne economie. Werden er een aantal niches, dus het, in die zin zo begint het wel. Alleen de effecten van de industriële revolutie kwamen pas echt na de Tweede Wereldoorlog tot stand. Dus de Great Acceleration, die dan zichtbaar wordt. En we worden nu gevraagd nu te anticiperen. En dat is natuurlijk lastig. Oké, dit tweede deelblok van mijn verhaal gaat eigenlijk over interdisciplinariteit, funding. Hoe moet dat tot stand komen? Hoe kan je daarover nadenken voor deze onderzoeksagenda? Ik werk veel in de Global South, in Afrika, in Latijns-Amerika, in het verleden ook wel in Europa. En nu ik aan de Universiteit Utrecht weer verbonden ben, ben ik daar van plan meer te gaan doen. Maar wat we dan waar we over praten, is het feit dat er eigenlijk drie manieren zijn om naar onderzoeksfinanciering te kijken. Eén manier is te zeggen, nou, er moet vrij onderzoek zijn. De focus moet op excellentie zijn. En als je dat doet, dus dan heb je research and development, dan krijg je vanzelf innovatie. Die innovatie leidt tot economische groei. Die economische groei betekent dat je inkomsten hebt en met die inkomsten kan je dan betalen voor wat je nodig hebt aan public welfare en aan clean environment, aan healthcare. Dus dat is eigenlijk een soort bijproduct van economische groei. En je veronderstelt natuurlijk een staat die dan voldoende belastinginkomsten kan binnenhalen om dat te financieren. Maar dit is het model, ook het model waarop heel veel universiteiten zijn gebaseerd. In de jaren 90 kwam er eigenlijk iets bij, want men kwam erachter, je kan wel heel veel kennis produceren, maar als die kennis niet wordt gebruikt, wat heb je eraan? Dus je moet de link tussen kennisproducenten en kennisvragers heel versterken. Op de universiteiten kwam natuurlijk heel veel transfer, dus die links tussen al die actoren om de absorptiecapaciteit te vergroten van de kennis die wordt geproduceerd. En daar is bijvoorbeeld NWO ook opgericht natuurlijk, daar is de impactagenda opgericht. De stakeholders moeten erbij zijn, de co-creatieprocessen. Dat is eigenlijk een tweede frame. Dus de overheid, NWO, moet toezien op het feit dat die links tot stand komen. Dat moet meegenomen worden in de financieringsvoorwaarden. Het derde frame zegt eigenlijk heel iets anders. En
daar werk ik vooral aan. Dat is vreemd dat zegt, nee, die onderzoek moet eigenlijk volledig direct gericht worden op milieuproblemen en sociale problemen. Dus de economische groeivraag kunnen we even terzijde leggen. En als je dat doet, dan krijg je clean environment en public welfare. En als bijproduct kan je dan ook nog economische groei krijgen, maar een hele ander type economische groei. Maar we moeten full-on ons richten op die negatieve effecten die eigenlijk geproduceerd zijn door onze kennisproductie in het verleden. Want er moet geen twijfel over bestaan, eigenlijk over het feit dat de situatie waar we in zitten is geproduceerd door onze kennisinstellingen. Die zijn daar voor een groot deel ook verantwoordelijk voor. Als we veronderstellen dat we dat zonder gewoon iets kunnen toevoegen, is dat denk ik een verkeerde veronderstelling. Aan de Universiteit van Utrecht heb ik gekeken eigenlijk hoe verhoudt zich het bestaande onderzoek, dat hebben we nu ook in Eindhoven gedaan, dat hebben we ook voor Mexico gedaan, ten opzichte van de SDGs. En dan kom ik op het punt van eerste interdisciplinariteit. Als je kijkt naar de agenda 2030, de SDG, de duurzaamheidsdoelen, dan staat er eigenlijk, die doelen moeten transformatie bewerkstelligen. En als je dan kijkt naar de SDGs, dan zie je drie typen SDGs. Eén type gaat over systemen, gezondheidszorg bijvoorbeeld, voeding. Een ander type gaat over wat wij noemen directionaliteit. Die gezondheidszorg moet bijdragen aan de vermindering van armoede, moet bijdragen aan de vermindering van ongelijkheid, moet bijdragen aan klimaatverandering. En dan hebben we twee SDGs die gaan over de governance. Dus wat wij, het onderzoek wat we proberen, is er nou onderzoek wat kijkt naar armoede en gezondheidszorg? En bovendien ook kijkt naar de governance vraag. Dus we hebben nagegaan, is er onderzoek wat ook in die drie boxen dat elkaar combineert, of dat kijkt naar energie en gezondheidszorg. Het is geen verrassing, ik denk dat het meeste onderzoek gaat over één vakje. Niet over meerdere vakjes. En zeker niet sociale wetenschappen, humanities, de geesteswetenschappen en de technische wetenschappen. Dus er is nog heel veel werk te doen om die verbindingen veel beter te maken en veel meer in te bedden. En dan komen we uiteindelijk ook op de institutionele organisatie van de universiteit en de discipline georiënteerdheid. En moeten we dus hele nieuwe initiatieven ontwikkelen. En die zijn er, maar die zijn natuurlijk ad hoc en verreweg in de minderheid. Misschien 5% van de totale financiering. Een aantal aanbevelingen over de interdisciplinariteit. Ja, dit is mijn laatste slide. Dus ik denk dat we, als we deze agenda willen ontwikkelen, moeten beginnen met kennis. Dat we eigenlijk die in de praktijk gelijk we moeten accelereren, gelijk in de praktijk uitproberen. Ja, dus ik werk ook met die verschillende partijen, niet aan alleen onderzoek, ik werk gewoon in de praktijk uitproberen gelijk. En dat kunnen we doen door ze als experimenten op te zetten, waarbij die experimenten ook leerprocessen zijn. En wij doen dus aan formatieve evaluatie. Dat betekent eigenlijk dat je je leerprocessen en de evaluatie in het proces zelf doet, zodat je kan bijsturen. Degenen die onderzoek betalen, die moeten zich veel meer opstellen als strategic actors. Ze moeten veel meer bewust zijn dat ze een bijdrage leveren aan de problemen en aan de oplossingen. En ze moeten keuzes maken. Veel strakkere, veel heldere keuzes. En er is een grote behoefte eigenlijk aan intermediaire actoren die dat allemaal samenbrengt. Ja, omdat er zijn zoveel. Dus NWO zou ook kunnen financieren, niet onderzoek, maar een platform. En dat platform wordt aan gedelegeerd om al die nieuwe manieren van onderzoek te entameren. Dank u wel. Hartelijk bedankt. Ik was even afgeleid door de vlieg die door de baan van de Beamer vloog. Het goede nieuws is dat het met de biodiversiteit hier bij de KNW goed genoeg gesteld is. We hebben nu tijd voor een korte discussie en ik wil de vier sprekers die net aan het woord zijn geweest vragen om daarvoor even op een van de stoelen te komen zitten. Dan kom ik daar ook bij zitten. En deze discussie is vooral gericht op vragen, discussiepunten, kritiek of waardering vanuit de zaal. En voordat we daarmee beginnen, wil ik even rondkijken om te zien wie er klaar zit. Wie zit te popelen met een vraag, of we daar voldoende stof voor hebben. En dat lijkt mij wel als ik dat zo zie. Dus dat is heel mooi.
Ik zag Thijs Kuiken. Mijn vraag is eenvoudig. Wat vinden de sprekers de belangrijkste leverage points voor transformative change? Dat is een eenvoudige vraag in de zin van uit weinig woorden bestaand. Maar ik denk dat dat nog heel wat hoofdbrekers zal vragen. Maar wie van de sprekers zou daar iets over willen zeggen? Ik hoop dat Johan Schot daar wat over wil zeggen. Maar ja, wij hebben een gebruikte microfoon. Hij doet het waarschijnlijk. Doet hij het? Ja, er zijn een heel aantal leverage points. Maar er zijn, zou je kunnen zeggen, 4 hoofd leverage points die wij gebruiken. Ik gebruik in mijn onderzoek. 1 is het bouwen van alternatieve praktijken. En hoe je dat dan moet doen, hebben we alle indicatoren. 2 is het schalen van die alternatieve praktijken als ze ontwikkeld zijn. 3 is het destabiliseren van het bestaande. Dat heeft actief. En 4 is de koppeling tussen systemen kan je aanwerken. Dus dat zijn eigenlijk de 4 leverage points waaraan we werken. Nou, dat is het dan. Ja. Dat is heel algemeen. Maar dan voor de verschillende sprekers hebben we ook verschillende onderwerpen gehad. Klimaat, gezondheidszorg. Ja. Ja, dat zijn hele goede vragen. Ik weet niet wie er wat over wil zeggen. Nee, misschien ga ik een heel stom antwoord geven, maar dat is meer omdat ik erin geloof. Ik denk dat als ik kijk ook naar alle jonge mensen in de gezondheidszorg, en ik zal het toch maar even zeggen, ik was vorige week vrijdag bij Joris Luijendijk. Dit is Joris Luijendijk. Alle jonge mensen in de gezondheidszorg die ik spreek over dat verhaal van alle uitdagingen in de zorg. Er is 1 item waar ze allemaal ontzettend op aangaan en volkomen terecht, dat is duurzaamheid. Dus daarmee leg ik niet de verplichting op dat zij het moeten realiseren. Maar zij gaan er wel voor zorgen dat het echt moet. Ik denk dat dat toch een, ik weet niet of het historisch ook zo is, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar dat het leverage point is ook gewoon dat het zo onomstotelijk onderdeel is van de toekomst van de jeugd. Dat zij gaan wel maken dat ook wij die transitie maken. Maar misschien is dat meer geloof dan wetenschap. Oké. Zie ik Hans van Houten over klaar zitten? Ja, nee. Hij zou het moeten doen, hoor. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat awareness vanuit in ieder geval ons systeem de belangrijkste drijver is voor een verandering. En nou, wat ik zei, hè, het is nou, ik zal een voorbeeld geven. We hadden 4 jaar geleden hadden we onze strategiebesprekingen. Daar kwam duurzaamheid als topic naar voren. Is ontzettend weggestemd dat dat voor ons een belangrijk thema zou zijn. Dat is nu totaal anders. En ik denk dat dat wel een mooi teken is. Jan Willem, op dit punt. Ja, twee dingen daarbij. Ik geloof ook in de jongeren, hè, daarin. Ik geloof ook dat er nog heel veel sociale binding is die je kan gebruiken als energie om voort te ontwikkelen. Misschien niet alleen direct op duurzaamheid, maar wel dat spoor te nemen op duurzaamheid. En waar ik merk aan, waar het totaal aan ontbreekt, is gewoon een positieve visie. We hebben gewoon leven op aarde komende jaren en eeuwen. En we moeten er alleen iets van maken. Maar die visie ontbreekt. Oké. We gaan naar de volgende vraag. U heeft ook een vraag. Noem even uw naam als de microfoon is gearriveerd. En dan graag uw vraag. Jesper Kool, ondernemer Amsterdam. Ook met de fiets. Ik noemde gisteravond, als ik bij een bijeenkomst, en toen noemde ik als voorbeeld, we kunnen dit. Want 3 jaar geleden, rond deze tijd, hadden we de pandemie. Er brak uit, de vliegtuigen stonden stil, het land lag stil, de wereld lag stil. We gingen er doorheen, met z'n allen. De pleuris brak niet uit, om een paar demonstraties links en rechts na. Het gaat om de wil. Welke beslissingen, als we het over transformatief hebben, hoe langer we wachten met actie op dit onderwerp, hoe moeilijker de boodschap wordt, want de doelen blijven staan. Als we het over actie hebben en we hebben een to-do-lijstje, wat is dan topprioriteit nummer 1 waarmee we afscheid gaan nemen, met stop vanaf morgen, met het meeste impact op de mensheid? Nog zo'n heldere vraag. Ja, wie wil daar antwoord op geven? De voorzitter van de Klimaatraad, die zou ik daar graag over horen. Er is niet 1 actie. Systeemverandering
vergt een heel serie van verandering. Maar als ik toch aan... Kijk, die hele kwestie over vermindering van productie en consumptie... wordt in heel veel scenario's veel te weinig meegenomen, inderdaad. En dat is tijdens corona en ook met de Oekraïne. Dus ik zou zeggen, vermindering meenemen... en ook substantiële vermindering van heel veel dingen. Als je toch één ding moet naar voren halen, zou ik dat naar voren halen. Hm. Iemand anders? Ja, als ik er mag. Wij zaten niet helemaal stil tijdens die COVID-periode. maar het bracht wel iets moois. Want het bracht die totale verandering van hoe we aan het werk waren... hoe we gezamenlijk voor één goal gingen. En hoe kwam dat nou? Omdat we met z'n allen die vijand van buiten zagen. En ik denk, in aansluiting, we hebben een best wel iets te verdedigen. Namelijk deze planeet. Maar dat besef dat we met z'n allen aan de slag moeten om dit te bewerkstelligen. En hier zitten jullie allemaal met z'n allen, en ik zit hier ook, als ontzettend pro en dergelijke. Maar Johan zei het aan het begin, de hoeveelheid weerstand die we vinden in de schouw hier naar buiten gaan, is immens. Dus ik denk dat eigenlijk het inzicht... dat je het weghaalt van activisme, zoals het nu nog veel wordt gezien, naar dat het iets is van ons allemaal, dat eigenlijk de belangrijkste is. En dan komen al die andere dingen komen heus. Oké. Okay. Moeilijke vraag. Ja. Ik gewoon niet wat de meeste impact. Ik ga naar een volgende vraag en dat is die meneer die daar nu zijn hand op steekt. Ja. En daarna moet eens een dames aan het woord, want er zit hier met vijf heren en dan... ik weet niet wat... Joep Eikendijn, en mijn vraag was, er is een paar keer genoemd dat de klimaatbelasting het hoger is in het zuiden, terwijl het noorden daarvoor zorgt. Een paar keer genoemd dat er een verantwoordelijkheid ligt bij ons, maar er wordt niet genoemd hoe. Ik zie ook wel echt dat de wetenschap een verantwoording heeft richting het zuiden om kennis te bieden, kennis te ontwikkelen, om de mitigatie daar ook in te kunnen zetten. Hoe zien jullie dat voor je? Ja, goeie vraag. Wie wil daar iets over zeggen? Ja, volgens mij krijgen we alleen maar hoe vragen. En als we dat allemaal wisten, dan waren we klaar. Maar ik denk het belangrijkste is, met de hele klimaatvraagstuk, zoals we dat nu aanvliegen, is heel, heel technocratisch. We hebben doelen, dan hebben we kostenbatenanalyse. Het moet ook rechtvaardig. Oh ja, het moet ook rechtvaardig internationaal. En ik zou zeggen, en daar gaan wij ook naar kijken, laten we het eens omdraaien. Laten we beginnen met rechtvaardigheid en dan kijken hoe je daarvanuit ontwikkelt om de doelen te kunnen halen. En ik denk dat een nieuwe manier is van kijken. Tijd voor een gender switch. Ja, aan u het woord en daarna Godelieve van Heteren, die al eerder met een hand omhoog zat. Dank u wel. Ik ben Lianne Wellens. Ik ben ook arts en ik ben werkzaam bij de Groene Zorg Alliantie. Een club die zich vanuit bottom-up eigenlijk opmaakt, hard maakt voor verduurzaming in zorg. Ik hoorde net in het panel al het terugkomen van... We moeten het hebben van de jeugd. En daarom is mijn vraag misschien wellicht wat specifieker voor professor van Goudoever. Want toch, ondanks dat we het van de jeugd moeten hebben en de transities nodig hebben, zit er eigenlijk nog nauwelijks planetaire gezondheid in eigenlijk alle onderwijssystemen. Zowel universitair, maar ook mbo en hbo. Dus mijn vraag is niet hoe, maar wanneer gaan we daarmee beginnen? Dat is een hele goede vraag. En die kan ik ook best wel leuk beantwoorden, want daar zijn we mee begonnen. Maar pas dit jaar. Hè, dus wat je zag, ik liet één kort plaatje zien van hoe het in Amsterdam in ieder geval nu georganiseerd wordt. We gaan er ook een master op ontwikkelen aan de VU-kant weer. Dus we beginnen, maar het is een begin, maar het komt. Na de pauze hebben we nog een spreker over dit onderwerp, dus dan kunnen we hierop terugkomen. Volgende vraag, Godelieve van Heteren. Ja, Godelieve van Heteren, om te beginnen vette complimenten voor deze hele middag. Het is absoluut geweldig en ik was de applausmachine, maar ook wel gemeend. Ik zit hier met een grote passie, omdat ik
denk dat wat Johan Schot opwierp, misschien wel het meest gearticuleerd, wat voor veranderingen simultaan moeten gebeuren, dat misschien ook wel de agenda is die ons allemaal bezighoudt. Dan heb ik één veld gemist in de sprekers die allemaal wel zo zijdelings zijn aangeraakt. Er is heel veel opkomst nu in post-growth of next economy thinking. Dus als je praat over de nieuwe economie, het nadenken over welke kant dat op moet gaan, daar zitten eigenlijk alle elementen die Johan ook hier te berde bracht, Johan Schot, zitten daar ook in. Dus ik vroeg me eigenlijk af hoe u ziet dat u zich gaat verbinden met de next economy thinkers. Dat is een heel groot, heel snel aanzwengend het veld van post-growth thinking, waar al de elementen van vanmiddag eigenlijk in verwerkt zitten. Dus ik zou daar iets over willen horen van u allen. Belangrijke vraag, ja, wie wil daar iets over zeggen? Jan Willem misschien. Ja, heel belangrijke vraag. En toch denk ik, er zit heel veel, maar het is maar een middel, die economie. En hoe we hem inzetten is heel belangrijk. En de nieuwe economy thinking en degrowth en al dat soort zaken is hartstikke belangrijk. Maar ik denk wel dat het een middel blijft om tot oplossingen te komen. En zolang wij de economie als doel laten zien, dan gaan we het verkeerde pad blijven volgen. Zeker, zeker. Ja, dat is een belangrijke vraag. Ja. Ik vroeg me af of Johan Schot iets over wil zeggen. Ja, ik voer discussies veel in de Global South en Malawi bijvoorbeeld vanmorgen. Zij hebben groei nodig. En als je kijkt naar hun bijdrage aan het wereldprobleem, is eigenlijk heel erg beperkt. Dus ik ben meer voor. Mijn zienswijze is post-growth. Laten we die discussie even vergeten. Laten we ons richten op hoe kunnen we nou die problemen adresseren. Bijvoorbeeld rechtvaardigheid, direct. En ons niet zo druk maken om de gevolgen voor economische groei. Want ik ben er wel van overtuigd dat als je, dat is in de energiesector natuurlijk al heel duidelijk, op het moment dat je naar wind en zon overgaat, dan creëer je ook nieuwe werkgelegenheid, creëer je alleen andere type. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, om weg te gaan, hè, daar werk ik aan kolen. Weggaan van kolen betekent dat alle zwarte mensen die verliezen hun baan. He, dus dan heb je een enorm vraag over hoe ga je die transitie doen? En wie worden daar de slachtoffers van? Dus de hele herverdelingvraag is eigenlijk cruciaal. Dus ik zelf, omdat die
advies. En dat is iets wat we willen voorkomen, denk ik. En dat vergt ook dat de beleidskant sterk ontwikkelt. En volgens mij de volgende stap, Marileen, is juist ook dat die beleidskant ook aan de ontvangende kant, hè, maar ook in de programmerende kant, dat die veel meer integraler gaat kijken en dat daar ook aandacht aan besteed wordt. Dankjewel. Dank voor uw interessante vragen en dank voor de niet minder interessante antwoorden. We zijn ietsje uitgelopen in ons programma. Ik stel voor dat wij hier weer beginnen om 4:15. Niet 4:50 zoals in het programma staat, maar 4:15. Maar graag tijdig hier terug. Maar daarna komen er alleen nog vrouwelijke sprekers aan het woord. De eerste spreker na de pauze is professor Arvan Ikram. Hij is hoogleraar en afdelingshoofd epidemiologie bij het Erasmus MC, maar is hier als voorzitter van het bestuur van Zonnewee. En hij zal spreken over het onderwerp programmeren van onderzoek naar Planetary Health. Arvan. Ja, dankjewel. Johan. Nou, dames en heren, een beetje verwijzend naar wat Johan zojuist zei. Ja, net als die vlieg voor de pauze, is het aan mij de eer om na de pauze de biodiversiteit in dit gezelschap te vertegenwoordigen. En dan mag ik een paar minuten voor de beamer heen en weer bewegen. Nou, ik sta hier inderdaad namens Zonnewee, maar het ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om een reflectie te geven als epidemioloog. En ik moet dan bekennen dat ik zeer waarschijnlijk hoor bij die mensen, Johan, waarvan je voor de pauze zei dat die zouden zeggen van Planetary Health, ik doe dit al 15 jaar. Sterker nog, jouw eigen afdeling in het Erasmus zal zeggen, wij doen dit al 50 jaar. Dus wat is nieuw in Planetary Health? Typisch is ook dat het waarschijnlijk een kwestie is van what's in the name. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het gerenommeerde blad Lancet. Ooit begon het als Lancet, later kwam Lancet Public Health. Een paar jaar later Lancet Global Health. En nu heb je ook Lancet Planetary Health. Het is dus wachten op Lancet Interstellar Health. Dat gaat vroeg of laat ook komen. Maar van mij zal je absoluut geen weerstand krijgen. Ik zal natuurlijk alleen maar Planetary Health toejuichen. Al was het maar omdat nu eindelijk die mensen de aandacht krijgen die zij verdienen. Waar Johan, jij nogmaals wat mij betreft ook bij hoort. De mensen die inderdaad al jarenlang aan de weg hebben getimmerd en aan hebben gegeven van hey, dit is een onderwerp van onderzoek, van serieus en actief onderzoek met duidelijk maatschappelijk impact. En nu staan wij hopelijk op de agenda. Staan we op de politieke agenda? Denk ik niet. Dat kreeg ik in het netwerkmoment hier ook een beetje terug. Maar ik denk dat we wel aardig op weg zijn daar naartoe. Ik grijp ook nog even terug naar een van de allereerste opmerkingen die gemaakt werden, ook weer in de voordracht van Johan, dat het potentially, wat was het, disastrous effects on health, dus potentieel desastreuze gevolgen voor de gezondheid en met een nadruk op potentieel.
multidisciplinair onderzoek? Antwoord is volmondig ja. En sterker nog, dat is wat Zon en Wee erg stimuleert. En nogmaals, wat dat betreft is het niet alleen dan de WO-partijen of UMC's, maar eigenlijk alle partijen die kennis kunnen genereren en of toepassen. Dus ja, daar hebben we zeker ervaring mee en die nemen we mee voor een toekomstig programma op dit onderwerp. Oké, wij gaan. Ik zie dat er nog een vraag is, maar we moeten door met het programma. En ik geef nu het woord aan een duo, bestaande uit Evelien Brakema en Juliette Matthijssen, die over het onderwerp onderwijs en planetary health zullen spreken. Evelien is huisarts in opleiding en onderzoeker op het terrein van duurzame zorg aan het LUMC en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie. En ik zal meteen Juliette Matthijssen introduceren, die is projectcoördinator planetary health onderwijs aan het Erasmus MC. Ja, mijn naam is Juliette Matthijssen. Ik ben 6 jaar geneeskundestudent aan het Erasmus MC. En ik realiseerde me 4 jaar geleden dat gezondheid klimaatverandering tastbaar maakt in de levens van mensen. Het gaat over u, het gaat over mij, het gaat over mijn collega's in Pakistan en Nigeria die daar soms heel moeilijk mee aan de slag gaan. En over mijn patiënten vandaag en ook morgen. En ik heb dit gemist in mijn opleiding. Mijn generatie aan artsen wil klaargemaakt worden voor de transities die nodig zijn. En dat gaat verder dan verduurzaming van de zorg alleen. Ook ik heb het gemist en dat was ook een van de redenen om een aantal jaar geleden samen met andere jonge collega's de Groene Zorgalliantie op te richten. En dat is een koepelorganisatie van inmiddels meer dan 150 partijen van groene zorgprofessionals die zich inzetten voor het verduurzamen van de zorg, maar ook om lokaal, landelijk en internationaal planetary health hoger op de agenda te krijgen. Ze hebben onder andere in de Green Deal Duurzame Zorg ervoor gezorgd dat er ervoor gelobbyd en met succes dat er een extra thema geïntroduceerd werd. En dat is een kennispijler. Dus meer onderzoek en meer onderwijs over planetary health. We zijn heel blij dat het er gekomen is. Voordat we jullie willen meenemen in het verhaal over onderwijs, zou ik jullie willen uitnodigen. Zouden jullie misschien willen gaan staan als jullie ervan overtuigd zijn dat planetary health thuis hoort in iedere studierichting? In het kader van leefstijl en preventie is beweging belangrijk, dus ik heb de vraag zorgvuldig geformuleerd. Zouden jullie misschien kunnen gaan staan als jullie ook in je eigen studie planetary health goed naar voren hebben zien komen? En het is goed om te weten, voor de volgende slide, dat mijn generatie zich verantwoordelijk daarvoor voelt. In 2021 heeft de geneeskundestudent een onderzoek gedaan. En daar blijkt bij alle drie de dingen dat meer dan 2/3 van de geneeskundestudenten vinden dat artsen een rol hebben in het naar voren brengen van gezondheid in het klimaatdebat. In het verduurzamen van de zorg. En dat wij hier graag onderwijs over willen hebben. Wat moeten we dus doen? Geef ons de tools om huidige, maar ook toekomstige gezondheidsprofessionals, geëngageerde professionals te maken die de juiste waarden, attitude, kennis en vaardigheden hebben om met die grote maatschappelijke vraagstukken aan de slag te gaan.
En dan de vraag hoe? Hoe zorgen we er dan voor dat professionals van de toekomst die kennis, vaardigheden en attitude hebben? Vandaag is er een heel mooi nummer van het NTVG verschenen over Planetary Health. En we hebben daar ook een stuk geschreven over onderwijs, ook met dank aan Eva Visser, mijn promovenda, die een hele uitgebreide literatuurstudie heeft gedaan. En we identificeerden eigenlijk 3 kernthema's die we in het medisch onderwijs vinden dat terug moet komen, maar dat geldt waarschijnlijk ook breder. Dan heb je ten eerste echt de kern van het Planetary Health onderwijs. Gewoon begrijpen dat we als mens met onze gezondheid afhankelijk zijn van de gezondheid van de planeet. En dat daar een wederzijdse relatie tussen bevindt. En hieronder vallen dan ook klimaatrechtvaardigheid, ethische vraagstukken. Dat is echt de basis. Ten tweede is er zorgspecifiek handelen. Dan kun je zeggen, aan de ene kant is dat adaptatie. Dus dat ik in mijn spreekkamer nieuwe infectieziekten kan identificeren. Dat ik weet bij een hittegolf dat ik cardiovasculaire medicatie anders moet doseren. En anderzijds gaat het ook over mitigatie. Dus als ik astma behandel, dan kan ik een medicijn voorschrijven met een heel sterk broeikasgas. Terwijl het overgrote deel van de patiënten net zo goed af is met een veel milieuvriendelijkere variant van een alternatief daarvoor. Dus dat zijn dingen die aan bod moeten komen. En ten derde is er ook nog de maatschappelijke rol. Dus hoe organiseer je je zorg? Wat voor een leider ben je in de maatschappij? Hoe draag je dit uit als professional? Nou, hoe wordt dat dan vormgegeven? Het curriculum is al vol, dus dat is een vaak gehoorde uitdaging. En we moeten ook dingen niet meer gaan doen, hebben we gehoord. Daar is de literatuur eigenlijk ook wel duidelijk over. Er moet in ieder geval een basis komen waarin Planetary Health en de basis aan bod komt. Maar vervolgens wordt het eigenlijk helemaal vervlochten, zoals je op dit figuur kan zien, door het bestaande onderwijs heen. Dus heb je het over biomedische kennis van astma? Dat kan niet eigenlijk zonder luchtvervuiling. En dat kan niet zonder die behandelvarianten van die medicatie voor astma te benoemen. Heb je het over vaardigheden rondom ethiek? Dan kun je bedenken dat je een debat organiseert over in hoeverre mag de individuele gezondheid van de patiënt tegenover je ten koste gaan van die individuele gezondheid nu elders op de wereld of in de toekomst. Dus eigenlijk de aanleiding en de noodzaak van de integratie van Planetary Health in het onderwijs bestaat al. En de kunst is om dat goed te gaan vervlechten. Ja. En naast de noodzaak biedt Planetary Health ook een kans om onze opleidingen te verdiepen. Omdat je de context die er al bestaat opnieuw kan uitvinden binnen Planetary Health perspectief. Bijvoorbeeld, hoe spreek je over klimaatverandering? Hoe organiseer je nieuwe zorgsystemen? Maar het is ook een aanleiding om huidige paradigma's te bevragen. Dus wat bedoelen we eigenlijk met gezondheid? Wat bedoelen we met duurzaamheid, met gelijkheid? En ook, waar zijn we precies verantwoordelijk voor? Moeten we op de barricade staan of juist niet? Wat mag je doen als academicus, als arts, als zorgprofessional? En naast de inhoud is het ook een verdieping misschien wel op de vorm. Want systeemdenken kan je niet samenvatten in een multiple choice vraag. En misschien moeten we ook wel op een andere manier gaan onderwijzen. Want er zijn nou niet zoveel experts in Planetary Health. Misschien kunnen we samen die vraagstukken aangaan. En uiteindelijk zijn die vraagstukken ook politiek. Dus moeilijke discussies, daar moeten we het met elkaar over gaan hebben. Want we moeten besluiten maken. En als laatste biedt Planetary Health ons een uitnodiging om verder te kijken dan onze eigen sector. Want dat is noodzakelijk. Dus misschien moeten we ook wel met een minor of op een andere manier in aanraking komen met die andere disciplines en met de praktijk. En daarmee onze kennis verweven. Ja, en dat klinkt heel mooi. En het is natuurlijk heel lastig, want het is zo ontzettend nieuw. We zijn nu, ik ben projectleider van het landelijke project Planetary Health in de huisartsopleiding, waarbij we met alle 8 landelijke opleidingen aan het kijken zijn samen, hoe gaan we dit doen? En we weten niet alles. Het bewijs is nog niet rond. Maar we hebben al gehoord, dat mag niet de reden zijn om nog niet te starten. Dus we zijn nu zoekende in co-creatie samen met huisartsen in opleiding, met docenten, opleiders, de praktijk zijn we dat onderwijs aan het ontwikkelen. En er bestaat eigenlijk ook al weer heel veel wel. Dus in de literatuur kun je, een van de dingen die we met Greener hebben gepubliceerd is een overzicht over randvoorwaarden en een hele actieagenda van hoe kun je Planetary Health onderwijs integreren. Daar hangt ook een poster van buiten, maar tegelijk met dit, er zijn ook mooie andere bestaande voorbeelden. En voor de verdieping eigenlijk van wat wij nu vertellen, kijk vooral nog in het NTVG-stuk. En we brengen vanmiddag met de Groene Zorg Alliantie een podcast uit in de serie, de Groene Zorg podcast, en die gaat helemaal over onderwijs.
Daar zijn we dus met Greener en de Groene Zorg Alliantie veel mee bezig. Maar naast ons zijn er echt ontzettend veel andere gave, inspirerende voorbeelden. Ja, dus onze conclusie, dat zijn eigenlijk drie dingen. Eén, de ecologische crisis is urgent, dat weten we eigenlijk allemaal. Maar ook, onze generatie artsen voelt zich daar verantwoordelijk voor. Dus tussen die generatie en al de mensen in de zaal, help ons ons te positioneren, help ons te handelen en help ons die moeilijke discussies die nodig zijn aan te gaan. En dat betekent dus, twee, dat we ons niet alleen maar op die verduurzaming moeten focussen, maar ook dingen durven te bevragen en ook de maatschappelijke en ethische vraagstukken durven aan te gaan. En daarom hebben we voor nodig een bepaald planetary health denken, dus de context begrijpen en daarna de moed om het te doen. En drie, en dat is de laatste slide en een referentie aan Whitmey en al van de Lancet Commission on Planetary Health. Laten we als wetenschap wetenschap doen, maar vooral ook niet vertragen. De ecologische crisis is een realiteit. Het leeft in de levens van mensen. En de tijd om te handelen is nu. Dank jullie wel en heel goed om te zien dat dit zo op gang aan het komen is. We stellen de vragen even uit tot ietsje later vanmiddag. Ik geef nu het woord aan de volgende spreker. Dat is Joyce Brown. Zij is universitair hoofddocent Global Health en Epidemiologie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. En ze zal spreken over netwerkvorming voor Planetary Health. U zult begrijpen dat dat direct samenhangt met het advies dat we hebben uitgebracht. Daar staat in dat we vinden dat dat heel nuttig zou zijn als er meer netwerkvorming tot stand zou komen. En Joyce gaat ons vertellen hoe het daar inmiddels mee staat. Ja, en niet alleen dat. Ik ga ook vertellen hoe we het beter kunnen doen en wat we gaan doen op een manier dat het rechtvaardig is. Ik ben heel blij dat klimaatrechtvaardigheid een thema is dat veelvuldig is besproken. Omdat dat zo essentieel is en de basis moet zijn. En dat betekent heel veel voor hoe we omgaan met elkaar en wat voor netwerken we vormen. Ik ben hier niet alleen als onderzoeker en docent, inclusief Planetary Health onderwijs. Ik ben hier ook namens Planetary Health Hub NL en de Europese hub van de Planetary Health Alliance. En hier zal ik ze later ook nog iets meer over vertellen. En er hangt ook een hele mooie poster die daar door Martine is gemaakt. Een van de mede Planetary Health Europa Hub. En ik wil even de Nederlandse Planetary Health Hub members ook vragen om even te zwaaien. Kijk, we zijn er namelijk al. Ik heb twee hoofdboodschappen dit praatje. De eerste is een algemeen, want dat was eigenlijk mijn opdracht, een overzicht van verschillende netwerken die bestaan. Dat kan ik vrij snel doen, dus bestaat veel en ik praat er doorheen. Het tweede is waar ik daadwerkelijk wat langer bij stil wil staan. En dat is hoe we die principes van klimaatrechtvaardigheid gaan verweven in een netwerk dat we moeten hebben in de toekomst. Een van mijn hoofdboodschappen die ik net niet noemde, maar die doorlopend in de presentatie te zien is aan het blauwe blokje, is dat we ontzettend veel kunnen leren van wat er al bestaat, wat er al gedaan is en dat we vooral niet het wiel opnieuw moeten uitvinden. Dus hieronder dit is een overzicht van bestaande samenwerkingen. Ze zijn er al heel erg veel. En ze zijn er op nationaal en internationaal niveau, op sectorspecifieke thema's, maar ook domeinoverstijgend, academische en maatschappelijke partners. Dat hoorden we al eerder, er is een enorme geschiedenis van disciplines die relevant zijn voor Planetary Health, waar al veel aan netwerkvorming is gedaan. One Health is daar een heel goed voorbeeld van, daar kunnen we van leren en daar moeten we van leren. Maar er zijn ook netwerken die daarna zijn ontstaan. We hoorden het net ook al, grassroots. Er is heel veel gedaan door enthousiaste mensen en zelfs professionals die de urgentie voelden om er nu iets aan te doen en niet te wachten totdat er geïnstitutionaliseerde initiatieven waren. De geïnstitutionaliseerde initiatieven zijn er gelukkig ook. Die benoem ik zo dadelijk ook. En er zijn private en publieke initiatieven. En hier is eigenlijk waar ik mijn woord van dank aan u wil geven. Mede dankzij al uw antwoorden op het registratieformulier heb ik deze lijst kunnen samenstellen. En deze is aangevuld met andere organisaties die in verschillende rapporten zijn genoemd. U ziet de indeling. Schrik niet. Het zijn er veel. Ik vraag u daarom zo dadelijk om vooral naar de donker of de dikgedrukte netwerken te kijken. Dat zijn de drie die het meest genoemd zijn door de aanwezigen. En het voelt een klein beetje als een soort van
contest. Het is geen populariteitswedstrijd, maar dit is wel een weergave van alles wat er gebeurt en waar we van kunnen leren. En ik heb al tijdens deze presentaties andere voorbeelden ook genoemd. Die heb ik geüpdate al in deze slide. En die slide die zet ik vandaag op LinkedIn. Dus dan kunt u ook daarna nog verder kijken en dit nader beschouwen. Bent u er klaar voor? Dit is het overzicht. Dus er wordt ontzettend veel gedaan. Wat duidelijk is, planetary health specifiek zijn er nog relatief weinig. Maar goed, het is pas een veld dat sinds 2015 is ontstaan en sinds de afgelopen 1-2 jaar echt tractie heeft gekregen. Er zijn heel veel initiatieven op duurzame zorg en dat groeit. Er zijn ook verschillende community-based initiatieven. Die heb ik niet eens uitgebreid in kaart gebracht, maar die zijn er wel. En daar moeten we echt oog voor hebben, omdat er veel gebeurt en veel van geleerd kan worden over actie en dingen in de praktijk doen. En u ziet een hele lijst met mondiale en nationale initiatieven die niet per se op planetary health specifiek alleen werken, maar wel activiteiten hebben die daarmee te maken hebben. En nou, neem vooral een foto. Zoals ik al zei, ik ga het uploaden deze slides zijn voor iedereen die geïnteresseerd zijn. Dus u kunt er later nog verder naar kijken. Wat ook belangrijk is om te noemen is dat ik niet gekeken heb naar kennisinstellingen die binnen hun organisatie het een en ander doen. Dit is echt wat instituutoverstijgend is. Goed, nu we weten dat er zoveel nieuwe en bestaande netwerken met planetary health thematiek zijn, wordt de vraag wat kunnen we daar dan van leren? En hoe kunnen we deze netwerken inrichten op een manier dat ze de transformatie die nodig is versnellen? En ook daar heb ik een aantal gedachten over. Klimaatrechtvaardigheid, ik noemde het al, moet een leidend principe zijn. Want klimaatrechtvaardigheid is een basisprincipe van planetary health en gaat over de analyse van oorzaken, gevolgen, maar ook de interventies, adaptatie of mitigatie die we kunnen plaatsvinden. Maar het is meer dan dat. Het is een manier van werken. En een manier van jezelf organiseren die zorgt dat de uitkomst daadwerkelijk beter wordt, is mijn volste overtuiging. En die is gestaafd door vele andere onderzoeken. Ook hier hoeven we niet het wiel zelf uit te vinden. Dat is goed nieuws. Er zijn heel veel mensen en organisaties die hier al veel van weten, die we moeten uitnodigen om hun kennis bij te dragen aan de puzzel die we met z'n allen moeten leggen om tot een gezonde planeet te komen. En ik begin met een aantal aanbevelingen op basis van die ervaringen en daarna zal ik de vervolgstappen toelichten. Ten eerste, we moeten echt aan het begin investeren in het opbouwen van vertrouwen. Professor Makkenbach noemde het al, er zijn initiatieven die erkend en gewaardeerd moeten worden voor wat ze al hebben gebracht. One Health is daar echt er eentje die ik heel nadrukkelijk wil noemen. Er gebeurt al veel en daarmee kunnen we samenwerken, daarmee kunnen we van leren en die moeten we. En daar moeten we investeren in het opbouwen van vertrouwen. Dat we samen toewerken naar het gemeenschappelijke doel. Dat linkt ook aan de twee punten daarna. En daarom wil ik door naar het laatste punt. Het is belangrijk om ook te realiseren dat als je samenwerkt met verschillende disciplines, dat je een gemeenschappelijke taal- en referentiekader moet opbouwen. Omdat er heel snel spraakverwarringen ontstaan die zorgen voor of weer verder wantrouwen, of gewoon niet zo effectief zijn. En dat gaat zowel over onszelf als wetenschappers, maar ook over al die maatschappelijke partners en het algemene publiek. Dus daarom is een investering in communicatie, in wetenschapscommunicatie, het opzetten van kennismanagement en een kennisbenuttingsstrategie essentieel. Vanaf de basis, wij leren even goed als al die partners met wie we samenwerken. De tweede aanbeveling op basis van die good practices is dat we ervan uit moeten gaan dat als je met heel veel mensen samenwerkt, dat er heel veel verschillen zullen zijn in kennis, macht, zeggenschap. En dat dat niet iets is waardoor we verrast moeten worden. Dat gaat gebeuren, dus we kunnen ons maar beter op voorbereiden en bedenken hoe we daarmee omgaan op een manier dat het de relatie behoudt en niet verstoort. Dat betekent ook dat we na moeten denken over de risico's die genomen moeten worden door verschillende partijen om het vertrouwen te geven aan een samenwerking. De investering die ze kunnen doen en ook eerlijk delen van de opbrengsten. En zeker in de academische wereld waar wij in opereren met perverse prikkels, zou ik eigenlijk willen zeggen vaak, voor een goede samenwerking is dit essentieel om mee te nemen in het ontwikkelen en het ontwerpen van hoe we met z'n allen samen willen werken en hoe we dat financieren. En tenslotte, we moeten flexibiliteit inbouwen. We weten niet hoe het perfect gaat, dus laten we op basis van wat we wel weten starten, leren en vooral doen. Dan, wat volgt nu? Een aantal tips.
Ik denk dat we moeten beginnen met het gemeenschappelijke toekomstbeeld. Dat werd al genoemd. Wat is nou de wereld en wat is de samenwerking die we nastreven? En waarom vinden we dit nou zo belangrijk? Want het is richtingbepalend voor alles wat we doen. Een kortere en heldere code of conduct opstellen met z'n allen. Wat zijn nou de waarden waarop we willen werken? Hoe gaan we met elkaar om als we elkaar even niet begrijpen? En hoe zorgen we ervoor dat we elkaar dan weer vinden? Dat zijn allemaal uitgangspunten die hierin geëxpliciteerd kunnen worden. Daarbij moeten we ook inclusief en transparant zijn. Het is niet voor niks dat ik net vroeg, hoe zit het met de rest van het Koninkrijk? Als we niet heel nadrukkelijk kijken wie er niet aan tafel zitten, zorgt dat ervoor dat die belangen niet altijd meegenomen worden in de afweging. En dat zorgt voor een agenda die niet zo divers en inclusief is als dat die kan zijn. Derde vervolgstap is dat we dus de kennis en het netwerkmanagement zelf moeten organiseren. Ik ben ook heel blij om te zien dat het KIN hier nadrukkelijk naar kijkt. We moeten ons realiseren dat we zelf zoveel te leren hebben en dat we echt veel dilemma's tegen zullen komen. De beste manier om daarmee om te gaan is daarop reflecteren, zowel als individu, maar ook gemeenschappelijk, om juist die complexiteit te navigeren. En waarbij we uitgaan van waardes als klimaatrechtvaardigheid. Ik heb hier in hele kleine lettertjes een aantal voorbeelden van bijvoorbeeld bioethiek gegeven. Dus we hoeven dit niet allemaal vanaf het begin te leren. We kunnen hier leren van wat er door anderen al is gedaan. En tenslotte de doe- en leeropdracht. Laten we gewoon beginnen op basis van wat we nu weten. En aldoende verbeteren en verder gaan. Nou, dit waren een aantal stappen, maar eigenlijk heb ik ook nog heel erg veel vragen. En ik ben me zeer bewust van de tijd, met een aantal verzoeken ook aan u. Deze vragen zijn voorbeelden van vragen die we moeten gaan beantwoorden. Dus ten eerste, hoe gaan we dat nou doen? Er zijn al deze leuke principes, maar wat betekent dat nou in de praktijk? Hoe gaat dat samenwerken, kennis uitwisselen, deelname, hoe gaan we dat organiseren zodat deze effectief is? Mission driven, een woord waar ik heel blij was om dat terug te lezen in het KNW-adviesrapport. Het is mission-driven. Maar ook werkdruk neutraal of verlagend is. Want we hebben het al druk genoeg in de academische onderzoekswereld. En daar moeten we rekening mee houden, zodat het geen last is, maar plezier en werkplezier oplevert. Hoe zorgen we ook voor dat we praten met partners buiten het Planetary Health Domein. Juist omdat we weten dat andere perspectieven relevant zijn. En wie is uiteindelijk verantwoordelijk en neemt deze verantwoordelijkheid ook. De tweede vraag gaat over al die dingen die niet gezegd worden. En mensen die niet aan tafel zitten. Dus de toekomstige generaties, het mondiale zuiden, Caribisch Nederland, niet-humane soorten, de natuur. En hoe kunnen we hen een betekenisvolle stem geven? Ik was ook heel blij om te zien dat dat een nadrukkelijke vraag is in de onderzoeksagenda. Want dat is belangrijk voor de besluitvormingsprocessen van nu. En tenslotte, hoe zorgen we ook voor dat we zelf als academische als wetenschappers in staat zijn om effectief en goed samen te kunnen werken? Transdisciplinair samenwerken vraagt andere competenties dan waar we traditioneel mee worden opgeleid. En dat moeten we moeten met z'n allen gewoon leren hoe we dit het beste kunnen doen. Dus, mijn vraag aan jullie is dit. Wat gaat u morgen doen? Nou, ik heb een aantal tips. Volg even een van de genoemde netwerken. Dan bent u in ieder geval als onderdeel van de conversatiestroom. Ik heb een vraag aan de KNW en het KIN. Wat zijn nou de volgende stappen die we gaan zetten in de netwerkvorming? En misschien kan dat volgende week al een eerste, waarschijnlijk ligt er al heel erg veel, maar een eerste plan verder ontwikkeld worden. Volgende maand zullen we maar starten met het beantwoorden van deze toekomstvragen. En wellicht moeten we ons proberen te committeren dat we over een jaar een florerend nationaal netwerk hebben. Met een goede reikwijdte binnen het hele Koninkrijk, binnen Europa en de wereld. Dank. So our keynote speaker is Professor Christy Abey. She is professor in the health risks of climate change at the Center for Health and the Global Environment at the University of Washington in Seattle, where she now is. It is very early in the morning in Seattle, but it makes us even more delighted to have her in our program.
Christy Eby is een van de sterren van het Planetary Health onderzoek. Ik neem aan dat een aantal van u haar kennen, in ieder geval vanuit de literatuur. Zij heeft bijgedragen, is auteur geweest van artikelen over klimaatverandering en gezondheid in de grote medische tijdschriften. En daarnaast in de grote algemene tijdschriften. Eerder vandaag kwam het recente artikel van Rockström in Nature naar voren over Safe and Just Planetary Boundaries. Zij is een van de auteurs van dat artikel dat vorige week is verschenen. Laten we de tijd gebruiken voor vragen en discussie over de sprekers die aan het woord zijn geweest. Thijs Kuiken. Ja, ik heb een vraag heel praktisch. Soms ben ik in een commissie waarin inderdaad sommige leden niet vertegenwoordigd zijn. Terwijl het commissie gaat over een gebied, laten we zeggen globaal. Hoe in de praktijk zorg je er dan voor dat die leden, mensen van een bepaalde regio of niet-humane soorten, is ook een mooi voorbeeld, hoe je die dan laat vertegenwoordigen? Probeer het nog eens. Deze is aan. Ja. Als u het goed vindt, ga ik deze vraag in twee delen splitsen. De eerste is namelijk, wat doet u nou als u in een panel bent met vier mannen bijvoorbeeld? Het is een beetje flauw, maar het is wel een goed voorbeeld. Het gaat namelijk over, op het moment dat u wordt uitgenodigd, en het gaat niet over u, het gaat over iedereen, over een onderwerp waar u misschien niet degene bent die onderdeel is van de groep waar het over gaat, dan is het ook uw verantwoordelijkheid om deze vraag hardop te stellen, zelfs voordat de commissievergadering plaatsvindt. Tijdens de commissievraag deze vraag weer te stellen en af te vragen of deze commissie op deze manier eigenlijk wel gehouden, of deze vergadering gehouden moet worden. Als het antwoord is, vanwege alle agenda's kunnen we het niet verplaatsen, dan volgt plan B. Dan is de vraag, hoe zorgen we ervoor dat we genoeg flexibiliteit inbouwen, zodat als de wieden weer na deze vergadering feedback gevraagd kan worden van die groepen waar het over gaat, dat we een volgende vergadering alleen maar hebben met vertegenwoordiging van die groepen. En wat kunnen we ervan leren, zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt. Dus het vraagt vooral heel veel werk van ons en de bestaande instituten om te zorgen dat dit één keer kan het gebeuren, maar een tweede keer zou voorkomen moeten worden. Oké, ik kan er gewoon heel kort op terug. Ik heb laatst in een FAO-commissie gezeten. Het ging over een globale situatie van in dit geval vogelgriep. En er waren specifiek een Europese en Noord-Amerikaanse onderzoekers die waren uitgenodigd. En ik vroeg toen aan de FAO, is het mogelijk om ook iemand uit Rusland en uit China te hebben of uit Azië? Ze hebben dus iets van 4 of 5 verschillende mensen gevraagd. Uiteindelijk hebben we dan uiteindelijk een Rus en een Chinees in dit geval, die zeiden dat ze deel zouden nemen. En uiteindelijk hebben ze toegeluisterd, maar nooit iets gezegd. Dus ik wil alleen maar zeggen van, het is niet makkelijk. Het is absoluut niet makkelijk. En dit is een prachtig voorbeeld ook, waarbij het mensen uitnodigen niet altijd genoeg is om betekenisvolle deelname te garanderen. En dan is weer de vraag, wat kunnen wij dus doen vanuit de commissie om te zorgen dat als de manier waarop wij het bedacht hebben niet aansluit bij de manier dat werkt voor de mensen om ze mee te laten doen, wat kunnen wij dan anders doen zodat dat wel er is? Want, en dat is misschien belangrijk om te realiseren, en dat is ook wat er gelukkig in het adviesrapport nadrukkelijk stond. De kwaliteit van je keuzes, besluitvorming, et cetera, wordt beter met verschillende die perspectieven die meegenomen worden. Dus daarmee is het ook urgent en bijna existentieel om te zorgen dat deze perspectieven dus op een goede manier aan tafel zitten en mee kunnen praten en mee kunnen beslissen. Okay. En de tweede vraag over de niet-humane soorten, maar ook rivieren en ecosystemen. Er is echt een prachtige lijn van onderzoek in de mensenrechtengroep. Davina Mesijan is een van de onderzoekers, Julie Fraser. Er zijn een aantal, ja, ik zie knikken, ze hebben een fanclub. Er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd over op een andere manier nadenken over onze juridische mandaten, om te zorgen dat deze stemmen meegenomen worden. En in Nederland is er ook een experiment over de Waddenzee bijvoorbeeld. Dus er zijn mogelijkheden die we allemaal kunnen laten we experimenteren, maar het gelijk ook toepassen. Ja. Goed, dankjewel. Dank voor de vraag en voor het antwoord, de antwoorden. Er waren nog meer opgestoken handen daar straks. Ik kijk even rond om de geslachtsverdeling goed te houden. Die mevrouw aan die kant.
Het is maar goed dat ik een vrouw ben dan. Ja. Ik ben Marloes Penning-Vries van de Universiteit Twente. Ik had eigenlijk een vraag voor de twee dames die het hadden over vernieuwing van het onderwijs. Ik was vooral getroffen, en dan moet ik even een citaat terughalen, door het eerste wat je gezegd hebt, Juliette, over dat de gezondheid maakt klimaatverandering tastbaar voor mensen. Ik werk aan milieuvervuiling, wat luchtkwaliteit, wat hier heel weinig te sprake kwam tot nog toe, want het gaat veel over klimaat, weinig over vervuiling. En wat ik interessant vind is precies wat je zei, als je mensen aanspreekt op, weet je dat vervuiling eigenlijk slecht is voor je gezondheid, dan is dat iets waardoor mensen misschien actiever gaan worden. En als je de vervuiling aanpakt, pak je tegelijk ook het klimaatprobleem aan. En ik vroeg me af, toen jullie het hadden over de rol van artsen, of de maatschappelijke rol, is dat ook iets wat terugkomt bijvoorbeeld bij een huisarts? Want je had een voorbeeld gebracht van astma en dat je dan kunt nadenken over de medicatie. Maar astma is ook wel heel erg gerelateerd in luchtkwaliteit. Dus dit zou wel iets kunnen zijn waar de artsen zelf dan ook een rol in spelen. Dan pak ik hem inderdaad op vanuit het huisartsperspectief. Maar dat is zeker iets wat we meenemen. En wat vooral denk ik ook buiten de spreekkamer heel belangrijk is. En ik denk, en dat zeggen we ook in het artikel van de NTVG, dat de zorg echt nog veel sterker die stem mag gebruiken in het maatschappelijke debat. Want voor veel mensen zijn die ijsberen heel onpersoonlijk en ver weg. Maar het gaat ook om het nu en om onze gezondheid. En ik denk dat we echt, en dat proberen we ook met de Groene Zorgalliantie, die transitie enorm kunnen versnellen als we zeggen, dit doen we ook voor ons en onze gezondheid. En er zijn zoveel win-wins. En daar kan je eigenlijk niet tegen zijn. Dus ik ben het helemaal eens. Er is risico, polarisatie. We moeten maatregelen nemen die niet populair zijn. Maar ja, iedereen is voor gezondheid. En dat verbindt ons denk ik heel erg. En ik hoop dat we op die manier wel de versnelling in kunnen zetten. Dank je. Oké, daar helemaal achterin. Ja, dankjewel, Kees de Gooijen, topsector Agri-Food. Mag ik heel even kort nog ontbreken? Sorry. Ik ben toevallig huisarts en ik wil jullie allemaal wijzen op www.vanwieisdelucht.nl. Dat is de nieuwe actie die eraan komt en dat is in het kader ook van de Green Deal pijlen bewustwording en kennis over impact van de zorg, die ook zegt actief bijdragen aan het maatschappelijke debat over de relatie tussen menselijk handelen, klimaatverandering en milieuvervuiling. En dat is er nog soms nog een beetje een ondergeschoven kindje, dat actieve debat, maar ik denk dat ik zou jullie allemaal willen uitnodigen om elke student en zorgprofessional uit te dagen om ook een beetje dat aan te gaan. Want ik ben vaak met Evelien en Gillette ook verwant, maar het kan ook echt heel leuk zijn en super leerzaam. Ja. Dankjewel. Tijd voor de volgende vraag. Ja, ik wacht even op nog een onderbreking, maar die komt geloof ik niet. Nee. Kees de Gooijen, topsector Agri-Food. Ik heb een vraag aan ZonMW. En dit is de kans dat u mijn dag gaat goedmaken. Want u liet een slide zien en daar stonden de drie dingen op. We signaleren kennisbehoeften. Wij ontwerpen financieren programma's en wij stimuleren impact. En dat is een taartdiagram. Waarbij het een derde is, signaleren, een derde programma's financieren en een derde impact stimuleren. Mijn vraag is dat inderdaad een taartdiagram? Dat is ja of nee? Ja, dat is inderdaad een taartdiagram. En vanuit ZonMW dragen we graag uit dat deze taken even belangrijk zijn. Hoewel voor de buitenwereld dan het financiëren het allerbelangrijkste lijkt te zijn. Maar juist de impact en de kennisbehoeften signaleren zijn voor ons, als ik ook kijk naar puur hoeveel uren we eraan besteden, die lopen niet ver achter. Dus misschien dat ze niet precies een derde, een derde, een derde zijn, maar de proporties liggen niet ver van de waarheid. Oh, wauw, nou dankjewel, want ik merk in toenemende mate in maatschappij, kun je op tv en in de kranten lezen, in beleid en nog veel erger in de politiek, dat die feiten er eigenlijk allemaal niet zoveel meer toe doen. Dus een extra oproep om nog een stapje verder te gaan en zorg ervoor dat dat heel helder is, dat het onderzoek niet af is als het proefschrift er ligt, maar dat je echt stappen moet zetten om er gebruik van te gaan maken. Dat is ook eigenlijk wat ik mee naar huis neem deze dag. Dank je. Ja, nee, zeker. Ik ben blij met deze vraag, want ook ik met mijn onderzoekerspet op heb me zo vaak verbaasd dat ZonMW zoveel dingen deed. Daar ben ik het afgelopen jaar achter gekomen. Dus daar ligt ook een taak bij ZonMW om nog beter uit te dragen wat wij allemaal doen. Dus die taartdiagram, vandaag was niet de eerste keer dat ik hem laat zien. En die laat ik gewoon in al mijn presentaties staan. Oké. De meneer daarvoor.
Ik ben Ajay Bailey, hoogleraar van faculteit Geowetenschap in Utrecht Universiteit. Mijn vraag is, hoe zorgen wij dat die planetary health onderwijs blijft niet alleen in de medische centrums? Dat het gaat over planetary health en niet alleen over de gezondheid. Het is een open vraag aan iedereen. Ja, goede vraag. Ja, ik weet niet of onze twee sprekers daar antwoord op kunnen geven, want die werken natuurlijk juist binnen de medische opleidingen. Willen jullie daar antwoord op geven? Ja, ik kan wel beginnen. Maar op mijn eigen universiteit, dus Erasmus, is er ook een initiatief om alle klimaat- of duurzaamheidsvraagstukken aan elkaar te verbinden. En we komen om de zoveel tijd samen. En ik kwam er dus vorige maand achter dat bijvoorbeeld de rechtenfaculteit ook bezig is met specifieke thema planetary health. En dat heel veel andere opleidingen ook kijken van duurzaamheid is een te nauw begrip. En als we de uitdaging kunnen centreren rondom welzijn, dan krijgen we heel veel meer mensen mee en kunnen we op een positieve manier die transitie ingaan. Ik denk op nationaal niveau dat we ook proberen te verbinden en van elkaar te leren zijn heel veel initiatieven van Greener tot Met Zero tot IFMC NL, CO2-assistent vaak nog wel, zijn we wel medisch, maar ik denk dat we daar ook andere gezondheidsfaculteiten op gaan. En ik zie dat Joyce nog een ander voorbeeld heeft. Ja, ik heb een heel concreet voorbeeld van een vak dat ik zelf samen met een heel team van Wageningen, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven heb georganiseerd. Dat heette Planetary Health and Climate Resilient Health Systems. Waarbij we juist geneeskunde studenten in dezelfde klas, in hetzelfde klaslokaal wilden zetten als al die andere disciplines. Dus het was een cursus die voor iedereen en alle studenten beschikbaar is. Het is een, denk ik ook een heel mooi model over voor allerlei onderwijsinnovaties die we in kunnen voeren. Dus challenge-based education, community-engaged education en virtual international samenwerkingen. Ik deel ook graag ons cursus handleiding, want het is, ook daar is een voorbeeld begin en er zijn allerlei mogelijkheden en studenten vragen erom. Dus op het moment dat je een cursus aanbiedt, dan vinden de studenten met een beetje PR uiteindelijk die cursus wel en dan zitten ze in dezelfde klaslokaal. Want dat voegt heel veel meer waarde toe. Well, thank you everybody. I appreciate the opportunity to talk with you. And congratulations on the launch of a very important and useful report on planetary health. The title of my talk comes from an American baseball player named Yogi Berra. He was an outstanding baseball player and also was known for the comments that he would make. The future ain't what it used to be is one of them. And it's an apt description of this moment in time as we're understanding better the changes that are coming our way and thinking about what needs to be done to prepare for additional climate change, other global environmental change. I assume someone today showed this figure, probably more than once. It's from the synthesis report from the latest Intergovernmental Panel on Climate Change assessment report. The top half is similar to figures that have shown up in every IPCC assessment report showing temperature change, in this case from 1900 out to 2100, and shows warming at five different levels of emission pathways and thinking about what those pathways could be and how they would affect temperature change. Global mean surface temperature change. The figure has been extensively downloaded, not only for the information on the top, but also on the bottom you see people. And it's the first time that there's been a figure such as this in the assessment report, and shows very clearly the experiences of different groups of people, that when we're born is going to affect the kinds of experiences in terms of temperature, precipitation, extreme events, sea level rise, et cetera, over the course of the coming century. This figure, as has most of the work that's been done from Working Group 1 in the IPCC, focuses on the physical climate. It's critically important that it do so, and it's very helpful for those of us who work in impacts for them to do that. This is a more recent
figure that came out looking at particular tipping elements and when they could occur with respect to different levels of warming. This paper received quite a bit of attention when it came out, and showing that there are multiple tipping points that are possible as we continue as a species to pump out greenhouse gas emissions and as the climate system responds to that. But we also need to discuss, as this report does, what these physical climate changes mean for our health and our well-being. If you haven't seen these before, there are synthetic figures that have been used in the IPCC for more than 20 years. Because of the color scheme, we call them the burning embers. And when you look at these, there's four sets of these for climate-sensitive health outcomes. The baseline is pre-industrial temperatures. The y-axis is changes in temperature above pre-industrial. And the color scheme is that when the color is white or where there's no color, it means that scientifically it's not possible to determine whether or not climate change, whether or not there's been a change in a system, and if climate change has had any interaction with that system. We just don't know. We don't have enough information. We don't have a long enough data series. There's been no impact. It's an area of scientific unknown. When the color turns to gold, it means that, in fact, the system has changed. For example, heat-related morbidity and mortality. Observations for more than the last decade show an increase in heat-related morbidity and mortality with rising surface temperatures. And that gold color then designates that, in fact, the system has changed and that climate change, with at least medium confidence, has affected that system. The climate change is already causing people to suffer and die. When the color turns to red, the risk is high. When it turns to purple, it's very high. The dots have to do with the confidence in those transitions from one color to the next. You can see for each of these four sets of climate-sensitive health outcomes that we did this assessment under three scenarios of adaptation. The bar on the left is where there's limited adaptation. This is a world where there's high challenges to adaptation. And so health systems fail to proactively adapt. There's low investment in health systems. The middle is where there's incomplete adaptation. This means that more or less we continue along our current trends. We do some things perhaps a bit late, perhaps not comprehensively enough. There's some effort made, but it's incomplete. The bar on the right is proactive adaptation, and this is a world aiming to sustainable development. The middle and the right-hand bars are truncated at the temperature projected in 2100 under those scenarios. So that's why those bars are shorter. I show this because it really underscores the importance of both adaptation and mitigation. There's real differences in what those people that we saw in the first figure are going to experience over the rest of this century. As we proceed with additional climate change and as we start really making more investments into health adaptation and try to achieve all of the goals for mitigation. And it's not just temperature, it's not just precipitation, it's thinking more broadly about climate resilient development. This is one of the figures from the IPCC report emphasizing a wide range of possible futures. Of course, we need to understand the changes in the physical climate, but we also need to understand the conditions that enable, as shown on the left, thinking about inclusive governance, knowledge systems, financing, integration across sectors and timescales. You can see there's lots of choices that we are going to make as individuals and collectively as societies that will determine which of these pathways we're going to be on. In other words, in thinking about how to become more resilient in terms of our societies,
We have to understand the physical climate, and we have to understand people, social systems, behavioral change. Which leads into scenarios. Scenarios have been used for over 30 years in climate change to think about the future. The scenarios that are being used right now are formed of two essential components. There's actually three, but two are the ones that have been primarily developed. One are the representative concentration pathways, the RCPs, as shown on the top part of the figure. These are what have been used for the last two rounds of the IPCC for projecting what could happen in terms of temperature, precipitation extremes. These are paired then with a second set of pathways, the shared socioeconomic pathways, the SSPs. And these are put together to create scenarios that illustrate a range of possible futures, incorporating the factors that I showed on the previous slide with the changes in the physical climate system. There's five of the resulting scenarios that are used. There's actually more than that. But this illustrates the differences across some of the shared socioeconomic pathways, showing that they're very different kinds of worlds, and thinking what those different kinds of worlds could mean then for vulnerability, for exposure, and what it would mean in terms of building resilience of our societies. Unfortunately, when we look across these different worlds, looking into the data that was assessed within the IPCC, almost all of the assessments were done using a world that continues to muddle through, a middle-of-the-road world. And we're not looking at the range of possible futures. And that means that the model projections we have in the impact sector are not fit for purpose. We're not letting decision makers know the wide range of possible futures and how important their choices are in terms of everything from governance to adaptation to mitigation, including education, a wide range of other issues. And with that as a framing around some of the issues we need to look at in terms of climate, I want to move on to a paper that was published a week ago today in Nature on Earth System Boundaries for a Just World on a Safe Planet. This is the core figure from that paper. You can see that we looked at a range of Earth system boundaries, so going beyond climate, looking at biodiversity, our ecosystems, surface and groundwater, nitrogen, phosphorus, and aerosols. And the goal of this was to help define a safe and just corridor into a future that is both safe and just, so as defined. And when you look at this figure, the red circle that goes around are the safe boundaries. These are safe for the planet, safe for our ecosystems. And the blue is just, and looking at ensuring that as we take choices in our development pathways, that they are just, that we bring everybody out of poverty. And we do that in a way, for example, that doesn't violate our safe limits for the planet. We want to make sure everybody gets out of poverty without going above 1.5 degrees C above pre-industrial. Where you see the green lines, it means the safe and just boundaries coincide. They're the same. And that's an important observation, that for many issues, that the safe and just are the same. You can see for climate, though, the safe is far outside what's just. And one of the conclusions in the paper is we should be aiming not for 1.5, but for 1 degree C above pre-industrial, because that's the way that it's going to allow countries and nations and continents to, for example, have access to energy without compromising the planetary boundary. The Earth that you see on these show you where we stand, and you can see that for climate, we're outside the just, we're within the safe,
But for many of the other Earth system boundaries, we're well outside what's both safe and just. And I'm going to cover just a few of these from the perspective of health. There's a wealth of information in the paper, and I'm not doing it justice at all. Biosphere, we need to understand where we stand with Earth system boundaries for the biosphere because of the importance for ensuring that we've got fresh water.